Dames en heren, hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van VI Oranje. Voor de mensen die het gemist hebben van de week, de jongens hadden zelf die kamer opgehangen, moet ik er ook bij zeggen. Hadden in de kamer van Ryan Babel hadden ze een webcam opgehangen om onderling een spelletje te spelen en een beetje te communiceren met de buitenwereld. En ja, dat leverde deze beelden op. Redda, heel erg stoel, Sagbi, kankermarkt aan. Hij zei tegen mij, je moeder, kan mij wat spelen? Ik heb er 9 minuten naar zitten kijken. Ik wist echt niet wat ik zag. Dat waren echt drie totale idioten op een bank die naar elkaar zaten te schreeuwen. Er kwam geen zinnig woord kwam eruit. Nee, ik heb dit nog nooit gezien. Dit is een andere generatie. Ik heb dit nog nooit gezien. Iedereen die zitten met 3 telefoons en ieder moment gaat er zo'n dingetje af. En dan denk ik, dan zegt die Elia, zegt vandaag in de krant, ik heb een voorbeeldfunctie. Nou, ik heb hem 9 minuten zien zitten. Die heeft echt geen voorbeeldfunctie voor mij, hoor, Johan. Die mag van mij doen en laten wat hij wil. En als hij met zijn Bentley aankomt bij Huis de Duin, laat hem in godsnaam doorrijden en niet met die kinderen van 10 gaan praten. Want dat gaat niet werken. Als je speelt, dan moet je het gevoel hebben dat je ten koste van alles dingen wil winnen. Maar je moet niet spelen tegen generaties ervoor. Ik denk dat het op leeftijd ook verandert. Als je jong bent, dan wil je dat wel. Het speelt wel een beetje in deze groep. Ja, maar dat vind ik ook heel goed. Want ze worden moe van al die verhalen uit 88. Ja, maar dat vind ik niet erg, want wij hadden het met 74. Ik denk dat ook een bepaalde uitdaging moet zijn om dingen te winnen. Dit is totaal onschuldig. Dit maakt lawaai. Ik vind dit veel prettiger dan dat spreekoren met kwetsende dingen. Ja, maar dit is tijdens de training van Oranje. Deze mensen die weten nog geen eens hoe het moet. Maar die Afrikanen zitten gewoon met 43.090 minuten te blazen, hè? Ja. Want die kunnen doorblazen. Die gaan echt hard. Ja, die gaan echt los, maar ja. Kijk, die van Marwijk, die irriteert zich daar dood aan. Ja. En die heeft ook aangegeven, ik wil het niet meer hebben. Die van Toorn heeft aangegeven, zegt ook Jannik van Peters uit Vaassen. Hij kan gewoon meedoen. Hij is fit, hij moet spelen. Maar voor Dick van Toorn is het het prestigeobject. Die staat als oude baas weer in het brandpunt van de belangstelling. En die wil natuurlijk stunten. Wat er ook gebeurt, hij zal Robben fit krijgen. Wat zegt het? Aan de linkerkant. Kantje weer. Zo. Mafgees! Domste idioot! Wat zegt dat nou op? Dat is een verhaal. Ik gun Jan al het succes en de palingsound in zijn geheel. Maar het is allemaal begonnen bij de blues. En de vakjes blues in de platenwinkels worden steeds kleiner. Zonder blues waren er geen Beatles en Stones geweest, want dat waren eenvoudige coverbandjes van bluesartiesten. Ja. En zonder blues was er ook geen palingsound geweest. Johan, dat is een WK-programma dit, weet je. Ja, maar ik mag ongelimiteerd reclame maken, want ik verdiende niks aan. Oh, okay. En ik wou Jan dit meegeven, want dit is namelijk een verzamelaar met allemaal authentieke bluesnummers. Het programma heet Muziek voor Volwassenen, dus je mag luisteren. En hier is het mee begonnen. En hier is uiteindelijk Jan Smit uitgekomen. Of John Lee Hooker daar blij mee is, Jan, dat weet ik niet. Nou, ik ga maar luister ik aandachtig naar luisteren. Er is ook nog andere muziek dan Paling Sound. Oh, maar dat weet ik wel. Hè? Hoe lang zat je bij Vitesse om precies te zijn? 22 jaar. 22 jaar, en dan ben je opeens niet complementair meer. Nou, dus ik had het bij het eerste jaar al door, maar ze hebben het heel lang aangekeken. Ja. Ja. Ja, die zijn toch allemaal gek, joh, luister niet naar die onzin. Maar de Nederlandse elftalspelers, u weet dat, mogen dus niet meer twitteren. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat Elgero Elia zich een beetje vergalopeerde, laten we het maar zo omschrijven. En hij reageerde erop bij Marcel Meijer. Het was een spelletje en het is uitgelopen. En ja, ik heb er spijt van, het is gebeurd en ik moet gewoon vooruitkijken en gewoon zorgen dat we 100%, dat ik 100% met mijn hoofd bij het WK ben. Jan zegt tegen mij, wat is dat twitteren? Dat is een hele kleine ding. Hij zegt, heeft dat niets met seks te maken? Hij zal misschien het ook doen. Vond jij het verstandig dat Jolant even invloog voor 10 minuten voor zijn verjaardag? Ja, dat moet ze zelf weten. Als jij ergens in het buitenland stond te zingen, dan kwam ze ook even langs? Nee. Maar ja, als je jarig bent, ik bedoel, dat is. Ik vind dat ook met vrouwen in het algemeen die langskomen. Zolang de spelers daar niet onder lijden. Cruijff rookte vroeger in de kleedkamer. Nou ja, als je gewoon kampioen wordt en 30 goals maakt, ja. Waarom zou je daarover klagen? Als ik die Jolante, ik ken dat meisje niet hoor. Maar als ik die nou zo van buiten bekijk, dan denk ik persoonlijk altijd. Als Wesley Sneijder Timmerman geweest was, was ze niet verliefd op hem geworden. Ze heeft eerst Jan Smit, dan Wesley Sneijder. Is dat toeval of is het gewoon een ordinaire starfucker? Nou,
Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, terugkomt, dan zou je een optie kunnen zijn, heb ik de indruk. Vervolgens is het Ron. Als jullie blijven doorgaan met die duiven, dan ben ik wel bereid om te komen. Ja. Ben je dan wel? Ja, dat is toch een goeie, hè? Als maar als je niet ik zou niet zoveel ruzie met hem hebben, denk ik. Nee, denk je niet? Nee. Wij delen veel. De liefde voor de muziek. Dat zeker, ja. Zullen we het even over muziek hebben nu? Ja, verschillend. Maar dan ga je even door. We delen hier nog meer dan. Ik de Animals dat vooral, iemand wat met Johan Derksen deelt. Oh, dan noem je wat. Oh, don't let me be misunderstood. Wat delen jullie nog meer dan? Want daar ben ik er even nieuw naar. Nou, ik zit wel eens te kijken en ik denk, met die man zou ik wel dat kunnen vinden. Dat heb je toch wel eens met mensen. Trouwens met hem. Ja, maar met Johan? Jawel, ja. Ja, echt? Ja. En ik begrijp vaak en als ik die roddelbladen lees, dan hebben we ook wel dezelfde hobby's. Ja. Gelet op het aantal huwelijken bedoel je? Nee, ik bedoel niks. Oh, oké. Okay. Ja, dit is toch weer Je weet, als je nog één keer een opmerking maakt, dan gaan we jouw huwelijksleven analyseren. Hè? En dan hebben we die avonduitzending erbij nodig, hè? Dat lijkt me ook wel inderdaad. Vanmiddag met de oudvissers op Scheveningen de zee opgegaan. Dat is een fantastisch evenement ook. Zo, dat zijn er gelijk Dus dan zie ik geen wedstrijd. Ja, als ik dat allemaal hoor, dan had ik eigenlijk burgemeester moeten worden. Ja, nou, zeker weten. Kan altijd nog. Ik denk dat er genoeg gemeentes op jou zitten te wachten in dat opzicht ook. Ja, maar dan kunnen ze op hun buik schrijven. Ik begin er niet aan. Nee, gaat het hier gebeuren allemaal. En natuurlijk ook dit natuurlijk nog, burgemeester. Groot feest hier, Johan Derksen aan de tafel, René van der Gijp aan de tafel in Den Haag. Ongelooflijk, hè? Nee, het is fantastisch. Het had ook in geen enkele andere stad gekund natuurlijk. Dat is ook duidelijk. De ADO-stad. Dus daar komt u naartoe. Nee, maar het is fantastisch dat we dit hier hebben. Het Koerhaus is geweldig. Scheveningen is natuurlijk, ja, het is dé badplaats. Zonder Scheveningen zou Den Haag niet kunnen bestaan. Het is geweldig dat u hier bent. Nou, tot zover de VVV-tip van Den Haag op deze manier. Het is wel een vraag trouwens. Matthijs Bink uit Eindhoven zegt, denk je niet dat dat invloed kan hebben op de kijkcijfers die vuvuzela? Het is net een bijenkorf in je huiskamer. Nou, maar ik merkte al bij deze wedstrijd dat de regie in Afrika het bijgeluid wat teruggedraaid heeft. Want dat was 5 minuten leuk, maar je wordt er inderdaad gek van. Ja. Ja. Als je dat 1,5 uur aanhoort. En je kon op tv merken dat ze het geluid wat teruggedraaid hadden. Ja, ik had de indruk dat ze niet vuvuzelas groter dan een meter mochten meenemen. Maar ik zie de mannen met toeters niet staan. Onvoorstelbaar. Ja, dat is echt niet te geloven. Ja, en op het moment dat het geluid een beetje teruggedraaid werd, begon mijn zoon naast me met zo'n toeter te toeteren. Dus echt verschrikkelijk. Die kon gelijk naar bed begrijp ik. Ja, hup, naar bed. Ja. Maar ja, je zou toch verdomme uit Frankrijk komen, uit Parijs, dat vliegtuig. En er zit zo'n achterlijk idioot naast je met zo'n ding van 1,5 meter. En zeg jij maar van stop eens even, weet je, groot ze zijn daar. Den Haag, meneer Van Aartsen, vuvuzela's, of zijn die verboden hier? Nou, voorlopig hebben we ze nog niet. Ik hoop ook eerlijk gezegd, als ik dit allemaal zo hoor, dat we ze niet krijgen. Nee, in Den Haag hebben ze dat met een capuchon, maar dat is ook lastig. Nou, hebben we hier kogelvrije vis dan vandaag? Johan, je moet er wel even aan denken. Wij zijn dit keer niet te gast bij jullie, maar jullie zijn dit keer te gast in Den Haag. Dus ook af en toe. Ja, maar moet je dan, betekent dat ik om de waarheid heen moet draaien? Ja, capuchons herinner ik me vooral bij Ajax. Nou, bij Den Haag, in het verleden, als de mensen het veld opkwamen, dan waren al de jongens met de capuchon. 12 juni het jaar 2010, de dag 2 van het WK. We hebben weer een aantal gasten hier aan onze tafel bij VI Oranje vanuit de Den Haag Scheveningen. Natuurlijk René van der Gijp en Johan Derksen, maar ook Jan van Halst en Prem Radakishun. Prem, ook naast je vriend René van der Gijp, dat is je camera, dat je het even Ja. Hoe die cameraman die erachter staat, René? Geen flauw idee. Ik zal meteen, sorry hoor, maar kijk, ik lees vandaag het Parool. Dat is Justus trouwens, heet die cameraman. En René van der Gijp, vaste gasper, ergert zich aan de geldingsdrang van Prem Radakishun. Nee, die zegt tijdens het als voetbal in de voorafgaans toen tegen Radakishun iemand die altijd als eerste vraagt welke camera op hem gericht is. Dat vroeg je toen? Ja, maar dat komt omdat cameramensen ontzettend belangrijk zijn. En meestal denken mensen als er een televisieprogramma is dat wij belangrijk zijn. Maar er is iemand die voor het geluid zorgt en de camera heet Justus. En ik vind het altijd, ik heb vrienden die cameramannen zijn en ik ga je wat anders wezen. Ik ga wel drinken dan. Justus, mag ik even je camera? Ik ga veel drinken, Prem. Nee, dit is jouw camera, René. Oké, René, ik ga even de camera bedienen. En dan zal je het belang van. Oké, gaan jullie maar verder. Ja. Het is wel een stuk rustig meteen trouwens. Jan, kop is eraf, gisteren 2 wedstrijden. Vandaag ook. Heb je er wat van? Kom nou zitten, Prem. Het is wel een heel slecht shot trouwens, Prem, dit hoor. Hou hem een beetje steady als het kan, hè? Jongen, een slechte cameraman er zit, zeg hij. Niet te geloven. Je gevoel over de wedstrijden van vandaag, Jan? Dit is een close. Heb je er weer zin in, Prem? Of denk je van ik blijf de rest van de uitzending daar staan? Het is zijn camera. Premmetje, kom nou zitten, je oude reus. Kom nou. Dan kun je naar die kindjes kijken die in de zee wandelen daar.
Nou sta je ermee je rug naartoe. Kom. Kom nou. Okay. Volgens mij... Kijk maar terug in de uitzending. Jopie zoete melk met je gele trui. Kom. Maar ze hebben nog wel een technisch directeur met een grote staat van dienst, Carlos Bilardo. Ja. Ja. Dat is die man die dus riep dat als er een wereldtitel wordt gehaald, dat hij zich van achter wil laten nemen. Dus... Ja, ja, ik weet niet of hij daar respect mee afdwingt in Argentinië. Ja, had ook als tip meegegeven. Dat vind ik wel heel chic. Als je had ook als tip meegegeven dat de spelers alleen nog maar onderop mochten liggen als ze de seks bedreven met hun vrouw. Want dan kon er ook niks gebeuren. Dat, en hij had ook nog aan die reporter gevraagd. Zijn er ook nog andere mogelijkheden? Ja. Dat verzoek wat? Het zakt in mijn campaign houden onder het publiek. Wie van u denkt dat Nederland wereldkampioen wordt? Wilt u uw hand even opsteken, alstublieft? De helft en daar in de minderheid. Oh, nou, ik dacht dat iedereen zou denken dat Oranje wereldkampioen wordt. Dus de rest heeft geen verstand van voetbal. We hebben wat littekens. Dus, mag ik ook nog even een peiling houden? Wie vindt Prem een beetje irritant? Oké. Top. Hartelijk welkom zaterdag 12 juni, de tweede dag van het WK en alweer de derde dag van de uitzendingen van VI Oranje. Vanavond bij ons aan tafel René van der Gijp, Johan Derksen, Jan van Halst en... En? Ja, daar is die. Meneer van der Gijp, ik had geen verstand van voetbal. Kunnen we het fragment van de middaguitzending weer laten zien toen de grote Prem voorspelde wat Amerika zou doen met Engeland? Kan het even ingestart worden alsjeblieft? Nou, om jou dan toch een plezier te doen, gaan we even terug naar de eerdere uitzending. Eerder op de dag namelijk had Prem ook al een bepaalde mening over de ontmoeting tussen de Amerika en de Engelsen. Dit zei hij. Ik weet het niet. Vanavond zit ik hier nog na afloop van de wedstrijd. En indien Engeland het geen walkover was en het een gelijkspelletje is geworden, dan verwacht ik toch van de kenners hier dat u erkent dat Prem het toch wel aardig ziet. Zullen we doen. Hey, je bent wel erg op zoek naar erkenning, maar we gaan het straks allemaal meemaken. Hij heeft gezegd dat ik op zoek ben naar geldingsdrank, dus ik denk, ik moet hoe wel volgen. Hoe durf jij dat te zeggen, René? Ja, nou, heren. Maar wat vertelt Prem? U zei vanmiddag dat het een walk-over zou worden, u en meneer Van Hals. Ja. Het is 1-1. Het is 1-1 geworden. Ik zie het beter dan u. Nee. Ik heb gezegd dat Amerika een kans hebben bij een hele slechte dag van Engeland. Nou, volgens mij was dit er echt een. Dat iemand die als amateurtje toch een betere kijk heeft, meneer Van der Gijp. Het gaat niet om een betere kijk, het gaat erom dat je iets voorspeld hebt en je gelijk wil halen. Nou, ik vind het prima. Maar had ik gelijk, meneer Van der Gijp? Natuurlijk had je gelijk, jongen, maar ik heb net uitgelegd waarom het allemaal zo in elkaar staat. Als ik iedere keer dat gelijk heb een dansje moet maken, dan heb ik blaren op mijn voeten van dansen. Je hoeft het voor mij vanavond niet te herhalen, maar misschien vindt het publiek... Ja, het publiek vindt het geweldig. Ja, maar je vindt ook fijn dat hij naast je zit. Hij gaat ook steeds aan je zitten, zie ik nu. Ja, dus natuurlijk, jongen. Ja. Met je wakker schudden. Hij staat net voor de aanzetting. Ik controleer steeds op mijn horloge en mijn portefeuille. Het is zo makkelijk, jongen. Het is... Ja. Je geeft zelf de voorzet en Johan komt ze zo makkelijk. Ja, ik ben met hem uitgewezen een keer. Echt waar? In Milaan, ja, met Ruud. Naar het museum zeker? Nee. Gewoon de stad in. Toen was hij in... Toen had hij met Napoli tegen Inter gespeeld. Toen had Ruud en de zouden afspreken, toen gingen wat drinken. Toen zou hem ophalen bij zijn hotel, want hij moest ook nog een prijs in ontvangst nemen. En dat vergeet ik echt nooit meer. Je weet Ruud, hè, die kan je iets kleiner maken als dat je al bent. Bij mij maakt het allemaal niet zo heel erg uit. Maar in ieder geval, ik kom daaraan en Ruud geeft hem een hand en ik geef hem ook een hand. En Ruud zegt tegen hem, dit is Van der Gijp. Ik zie hem kijken van, ja... Dus Ruud zegt, Van der Gijp, René Van der Gijp. Maar er ging natuurlijk geen bellen bij hem af. Hij denkt, ik zou wel... Ja. Maar toen ging Ruud nog even verder, hè. De right winger. Die is de right... Erg is dat, hè. En hij zegt, ja, from the national team. I know him. Zijn niet goed? Hij neemt vinger vanaf. Ja, geweldig. Ik was 20 en toen was ik op vakantie in Griekenland. En toen kwam ik vader met zijn vrouw tegen, met Truus. En die zei, joh, laat me vanavond uit eten gaan. Dus ik zeg, nou, ik vind het hartstikke leuk. Dus ik naar hun hotel toe s'avonds. En toen had ik een shirt gekocht in Griekenland, echt waar. Met twee strepen. Die liepen zo en die kwamen daar bij elkaar. Het kwartje valt altijd wel vrij snel bij mij, hè. En ik kom bij Willem binnen en die zegt, fototoestel verloren.
Ik denk, wat zegt hij nou? Dus ik ga zitten. En ik kijk opeens. En toen ben ik zo in de lach. Vond ik zo'n mooie opmerking. Hè? Heerlijk is die, hè? Fototoestel verloren. Ik vind het wel leuk om naar jou te kijken, ook op tv. Dat kan ik maar heel er, zijn mensen, er zijn mensen die dus echt... Je denkt, oeh man, oeh, wat een gemene man. Weet je, nee, wat jij had bij mij toen ik met de minister-president praatte, dat hebben zij een beetje met jou als jij met maar ik merk het zelf, omdat ik nu ook veel in Hilversum kom, dan zie je al die tv-sterren. En het is soms heerlijk om iemand op tv te zien die je niet kent. Om je heerlijk te ergeren aan zijn vent. Dan heb je een gruwelijke hekel aan zijn vent. Dan kom je hem tegen in de kantine in Hilversum, blijkt het een hele aardige man. Dat vind ik altijd heel teleurstellend. Maar noem eens een voorbeeld dan. Jij bijvoorbeeld. Oh. Nou, ik weet niet, ik vind het... ik krijg er van allerlei soorten gedachten bij. Aan de ene kant, een beetje treurig. En dan vind ik het ook wel weer aandoenlijk. En dan is zij heel de tijd aan het woord. En dan zie ik hem zo kijken van... Jezus, wat is er lekker zeg. Ik weet niet wat dat... Ik denk dat hij dat dan denkt, maar... En ja... Ik kan me ook nog iets van voorstellen. Ja, ik vind de Fafs leuk om naar te kijken. Ja, daarom, nee, maar ik vind het wel iets. Ja, maar sinds je met die landen gaat, dan gaan ze voeten ook wel goed, hoor. Ja, ja. Dat wou ik net zeggen. Zo. Dus dat zou ook met elkaar te maken kunnen hebben, denk jij? Hij zit goed in zijn vel, zo te zien. Ja. Dus dat heb je laatst ook gezegd, trouwens. Ja, nee, hij zit zo goed in zijn vel dat ik wel eens heel stilletjes denk van... zou Jolante die andere 10 ook niet af en toe kunnen verwennen? Dan worden we wereldkampioen. Die kolder verbieden met die vuvuzela. Ik heb bijvoorbeeld, ik laat een hele dag mijn tv aan in de kamer. En dan kom je binnen en denk je, ze zijn weer begonnen. Door die teringherrie iedere keer. Maar zonder dat je het beeld ziet, hè? Ja. En dan op een gegeven moment ga je wat doen, je tanden poetsen. Je loopt terug en denk, is rust. Want dan is even die herrie weg. Ja, dat is toch... Wat voegt dit toe, die onzin? Ik weet je, supporters die zingen, vlaggen, dingen, naar elkaar. Maar deze... Die heeft niks gezien, die lul. Die is voor niks geweest. Die komt thuis, die weet thuis wel nog geweest. Ik zag ook een man met een pot ettensoep op zijn hoofd. En ik zeg tegen hem, die ga ook gelijk naar bed. Die is doodmoe. Die is kapot. Maar bij de Belgen hebben ze het toch weggedraaid? Ja. Nee, volgens mij wel. En die Nederlanders die hebben iets gezegd van ze willen dat we ook de Afrikaanse cultuur horen en zo. Nou, de NOS gaat er nu ook wat aan doen. En de Nederlandse elftalspelers hebben van een bepaald gehoorspecialist oordopjes gekregen waarbij je alleen de vuvuzela bijna niet meer hoort, maar je kan verder nog goed met elkaar communiceren. Die zijn nu opgestuurd. Maar kunnen die coaches, kunnen die langs de lijn, kunnen die hun spelers dan bereiken? Nee. Is dat onmogelijk? Nee, maar ik denk dan, wat voegt zoiets kolderieks toe? Danny Jordaan heeft aangegeven dat, dat is de organisator van het WK, heeft aangegeven dat ze nu toch serieus... Is dat zijn broer van jullie? Die heeft serieus aangegeven dat ze nu overwegen om de vuvuzela te verbieden. Ik denk eerlijk gezegd, als je het Nederlandse publiek vraagt wat is irritanter, die toeters of prem, dat ze zeggen trekken. Om over die hoogte terug te komen, vast zag ik nog ergens een wedstrijd waarvan ik ook dacht dat die er last van hadden. En van de bal ook een beetje. Duitsland-Australië is dit, hè? Die wedstrijd heb ik ook zitten kijken. En ik moet zeggen, dat was een hele goede wedstrijd. Daar was niks mis mee. En ik zou je ook zeggen, als we nog een analist zoeken... ik ben erbij. Hè? Ja. En Johan ook ziek als een gezicht. Nou... Op dit soort momenten ben ik altijd blij dat het programma de naam Voetbal International draagt. Ja, dat is pas niveau dit inderdaad. Ja. Ik geloof dat Maar vooral inderdaad omdat dat Kuyt, die komt geen konijn voorbij. Want die kan geen actie maken. En Van der Vaart... Maar we hebben het wel over een man die de 2-0 heeft gemaakt. Kuyt heeft alle geluk van de wereld dat hij weer op het juiste moment daar stond toen een balletje van de paal kwam. Nee, dat is maar alert. Dat was de enige bal die hij geraakt heeft. Ja. En daarnaast had hij weer een kwartier lang demagogische teksten dat die niet belangrijk was. Maar dat alle andere jongens ook erg belangrijk waren. Daar ben ik ook zo moe van de geloof van die man. Er zitten raaskallen dat Kuyt fantastisch speelde vanmiddag. Dan ben je voor de rest van je leven ongeloofwaardig. Dat jij dat wil doen, dat moet jij weten. Dat weet ik niet. En nog een heugelijke mededeling. J.V. Whalen heet hij. Wie? J.V. Whalen. Wie is dat? Dat is het pasgeboren zoontje van Michel Vorm, de keeper van Utrecht. Die is nu ook terug aan het vliegen op dit moment naar Nederland om zijn zoontje daar mee te kunnen nemen. Begreep je, je hebt het ook wel eens meegemaakt, zoiets, toch? Dat je vrouw op punt van bevallen stond? Mijn vrouw was zwanger in 1998 was dat in het WK. Ja. Hoe ging dat toen? Nee, er ging niks.
Dus die gebeurt toen toch? Nee, die beviel niet tijdens het werk. Maar jij was terug, jij wilde er ook teruggaan, dan had je aangegeven. Ze was bevallen, of tenminste, als het op het punt stond, dan was ik wel teruggegaan, ja. Ja. Ja, en heb jij familieleden die J.V. Whalen heten, of niet? Nee, ik vind dat gek. Is dat misschien naar die zanger? Kijk, ik zat ook heel verbaasd te kijken. Ze zouden eerst J.V. Die zanger die is weer genoemd naar Waylon Jennings. Dat was een hele grote zanger die in mijn discotheek zit. Ja. En nu is hij weer benoemd, want die Michel Kruijn, die Michel Vonk is weer naar Michel Kruijn, de spits van Elenkwijk genoemd. Dit wordt een heel ingewikkeld verhaal. J.V. Whalen, ja. Zo heet hij, gemaakt en gefeliciteerd. Tot zover, we gaan er even kijken hoe de mensen op straat erover dachten. Ja, nou, weet je wat ik netjes gevonden had? Als hij even naar Elia en naar Wesley Sneijder gelopen was. Want die hebben die goal op hun naam en hij mocht hem intikken. Ja, maar je moet hem wel hebben, die Dirk, hè? Nee, ik moet hem niet hebben. Maar die jongen hangt me een beetje de keel uit. Dat merk ik aan, inderdaad. Ja. Ik vind dat namelijk een hele slappe demagoog die altijd wel doordacht zegt op de tv... teksten waarvan hij denkt dat de mensen in het land dat graag horen. De pseudo-wijsneus, de verstandige, positieve Oranjeklant. Nou... Maar mag je niet positief zijn, Johan? Jawel, als het uit je hart komt wel. Maar hij zegt altijd als een soort dominee, als een evangelist... staat hij daar in die microfoon te spugen. En ik word er een beetje misselijk van, eerlijk gezegd. Maar jullie wilden aardig te vinden om met hem te werken. Wij vinden elkaar al jaren niet aardig. Nee. Je zit ook al jaren aan deze tafel. Nee, ik vind jou helemaal niet aardig. Nee, maar dat is toch belachelijk. Dat was gisteren je maatje nog, hoor. Ja, dat kan heel snel halen. Jawel, maar goed, je moet professioneel met elkaar werken. Maar wij komen nooit bij elkaar over de vloer. Ik moet er ook niet aan denken. Maar we kunnen heel goed met elkaar werken. En dat vind ik belangrijker dan dat we samen doorzakken en zo in het karaoke-café. Ja. Het kan heel gezellig zijn, kan ik je wel. Maar even terugkomen toch op Van Basten. Vanavond, dames en heren, hier na een uur beneden Crazy Piano streedt hij op. Wilt u niet missen? Ik ben erbij, hoor. Je moet wel van Amsterdamse straatzangers houden, hoor. Oké, kijk aan. Dat zijn de beste. En heel trots op Elia, natuurlijk. Ja, Elia. Je... Fred, misschien vind je dit interessant. Nou, ze noemt Vermeer. Weet je dat ik familie ben van Johannes Vermeer? Sterker nog, dat ik genoemd ben naar Johannes Vermeer. Kijk nou, dat weet ik. Johannes Vermeer kreeg een standbeeld in Delft. En mijn tante Jo was dichtstbijzijnde en nog levende familielid. Ik kan zelf ook heel aardig schilderen. Ja, zou je dat een keer willen laten zien? Ja, ziet. Oh. Nou, als je net zo goed kan schilderen als dat je kan lullen, dan moet je zeker nog een keer gaan schilderen. Wat dat betreft zijn we er morgen dus weer 17:50 om 17:15. Dat is waar. Jaap Stam, recalcitrant. Want jij hebt er ook nog gevochten daar, op weg naar het vliegtuig of zo? Of? Oh nee, ik heb Hoge Woning, de voorzitter van de KNVB, knock-out geslagen. Ja, dat klopt. Maar dat waren toen vliegtuigen die deden nog anderhalve dag over naar Argentinië. En we stonden in dat gangpad voor die toiletten, want we dronken allemaal nogal. En we moesten regelmatig plassen. En dan was je eindelijk aan de beurt, hè, één voor één er binnen. En toen kwam Hoge Woning met een stuk in zijn kraag. En die voorzitter van de KNVB, ja. Ja, de voorzitter van de KNVB. Die duwt mij zo weg en die zegt, officials gaan voor. En ik denk, zo er niet nou op. En ik haal uit en ik raak hem op zijn kin. En hij gaat knock-out, maar ik ga plassen. En ik kom terug. En toen hadden ze hem afgevoerd. En ik moet zeggen, ik heb later nog fantastische dingen met hem meegemaakt. Hij is er nooit op teruggekomen. Ik kan beter aan jou vragen trouwens. Ben je wel eens onrustig geweest als er weer een relatie voorbij ging, of niet? Nee. Nou, nee? Kijk, ik heb 60 jonge jongens werken bij mij. En er is er altijd wel één die de verkering uit heeft. En hij speelde juist beter. Die is dan een beetje somber. En dan zeg ik altijd, ik wou dat mijn verkering uit is. Dan probeer ze een beetje een hart onder de riem te steken. Maar die wil maar niet uit. Ja, okay, ja, ik ben nooit van anekdotes, want jullie zijn van anekdotes. Maar ik zat bij het WK 2006 zat ik in een hotelbar. Wordt dit lachen? Nou, ik weet niet of het echt lachen is, maar ik zat met Stijn... Hou je vast, dames en heren, daar komt-ie. Ja, klein roffeltje misschien. Oh, dat is geen band. Dat is de band die weer niet. Kut, waar is die band nou? Ja, ik zat in een hotelbar en ik hoorde een man in het allo-allo-achtige Engels... hoorde ik op een gegeven moment tegen de barkeeper zeggen... Do you know a place where is the titty bar? Want I want to go to a titty bar. En toen keek ik dus het recht en er zat Arsène Wenger naast me. En waar wou hij heen? Die wilde naar een titty bar toe waar Lots of Naked Girls waren enzovoort. Dan ga je toch anders tegen zo'n man aan zitten kijken. Ja. Dus eerst zeg ik nog tegen die cameraman, is het? Maar het was hem echt. Dan zit je naast Arsène Wenger die dat dan de hele tijd roept... I want to go to a titty bar, riep je de hele avond. Dus ja, inderdaad, als jij hem vertelt was hij veel leuker geweest. Laten we maar daar niet... Dag dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom. Dinsdag 15 juni, de vijfde dag van het WK-voetbal. We zijn er weer met VI Oranje vanuit het Koerhuis in Den Haag, Scheveningen. Vandaag met Johan Derksen, met René van der Grijp, met Jan Evers en met Anthony Kamerling. Goedemiddag. Hallo
Johan blijkt familie te zijn van Johannes Vermeer. En ja, wij zijn schilder, ja, maar heel veel mensen die wisten dat. Want als je een beetje historisch besef hebt, dan weet je dat. Ja, maar nu begrijpen we je uiterlijk ook. Dat is gewoon in de 17e eeuw blijven hangen, inderdaad. Ja. Nu vraag ik me af van wie jij familie bent. Ja, ik ook. Anthony, ben jij een beetje... Wacht even, wie heeft er een pen? Dat teken is wat, Johan. Kijk of het is doorgestijgd. Naast de helft al. Nee. Nou ja, voor het eerste 66 of 66 heb jij dan meegemaakt. Hebben ze de kwartfinales nog bereikt, Noord-Korea? Ja, dat was heel verrassend toen. En toen was heel Europa had een zwak voor ze. Toen hoopten we allemaal dat ze zouden winnen. Want toen waren het hele kleine mannetjes in vergelijking bij Europeanen. Ze zijn nog niet echt groot. Nee, ze zijn nog niet echt groot. Maar ze zijn nu toch wat vierkanter en wat fysiek wat sterker. Maar het was toen echt een bezienswaardigheid, hè. Als je toen op het platteland woonde en er kwam een Marokkaan of een neger door de straat, dan belde je de krant. Dat staat niet nou weer. Wat was dat voor tijd? Waar woonde jij dan? Zoals je zijn carrière begon waarschijnlijk. Ik kom uit een volkswijk in Nijmegen. En nou, zo ging dat daar. En ik ben er nu eens een keer terug geweest onderhangs. En toen dacht ze dat ik David Livingstone was. Toen was ik de enige blanke. Nee. Dit gaat helemaal niet goed. Dit. Het is wel goed dat Prem er niet bij zit trouwens. Want dan was het helemaal misgegaan, denk ik nu. Trouwens, over Prem gesproken. Ik kreeg net een mailtje binnen van René van der Meijden uit Schijndel. Die zegt, is het niet een goed idee om Pieter Visser een keer bij jullie uit te nodigen? Zet hem samen met Prem en jullie hoeven helemaal niks meer te zeggen. Pieter Visser is mijn favoriet. Ik zie Piet bij onze collega's van de NOS. En Piet die scout al zijn hele leven in Afrika. Ja. En die is ontzettend partijdig. Die wil dat Ghana wint en voorkust. Dat zijn topteams. Maar ik heb een keer zo gelachen met Piet. Piet had een bloedhekel aan mij. Hè? Waarom weet ik niet. Nee, dat heb ik niet. Piet had een hond, daar was iedereen bang voor. Want Piet was trainer van AZ en die woonde daar ergens in Noord-Holland. En de gebroeders Molenaar had de tip gekregen, die zijn op weg naar jou om je op staande voet ontslag te geven. Dus zei Piet, dat is goed, dan doe ik de hond op het erf. Dus die Klaas en Kees staan bij dat hek, maar die durfden niet het erf op te komen, want die hond stond er en verscheurde je. Hè? Maar ik had een afspraak voor een interview met Piet, hier in Den Haag. Dus zat hij bij ADO. En toen had Piet gezegd, dan zetten we die Derks in die stoel en we zetten Bobby ernaast. En kijken of hij dan ook zo'n grote mond heeft. Maar ik kan heel slecht met mensen omgaan, maar geweldig met honden. Dus Ron Brandstede ben je een beetje. Ik zit daar en Piet die zit helemaal zo te genieten van als hij zich verroert, dan grijpt die hond hem. En wat doet die hond? Die gaat me likken en pootjes geven. En ik heb daar een hele gezellige ochtend en het is afgelopen. Het was in de wintertijd, een beetje vriezen, hè? Een klein laagje ijs over de vijver bij Piet voor de deur. En Piet zegt, ik loop even een beetje mee, dan laat ik meteen Bobby even uit. Nou, ik heb de dag van mijn leven gehad, want Piet doet die grote riem zo om zijn pols. En die loopt met mij mee, bla bla, want Piet die houdt nooit zijn mond. Maar op dat dunne ijs zitten wat eenden. En die hond, die gaat op die eenden af en die sleurt Piet mee op dat ijs. En dat zakt er allebei doorheen. En iedere keer als Piet weer over de verdedigende middenvelden van Ivoorkust hoor, dan zie ik hem in dat ijs sparren. Max Tailleur is er niks bij als ik dit allemaal zo. Diezelfde hond heeft trouwens ook die Brands ontdekt later, toch? Of niet? Of is dat al eerder? Dat verhaal dat ken ik niet. Bij de Graafschap dat hij aan het trainen was en dat hij steeds de hond uitliet om Ernie Brands te scouten. Dus nou ja, goed, het zal een andere hond zijn geweest. Nou, op een of andere manier komen die anekdotes van jou er niet helemaal uit. Ja, ik hou er ook mee op, geloof ik. Van die Bavaria-jotjes en ophef. Sieber en Huisman uit Witmarsum. Ik denk dat Bavaria dolblij is, want Bavaria wordt op zijn wenken bediend. Kijk, ik heb het ook meegemaakt. Op een gegeven moment kwamen er twee van die bloedmooie wijven bij mij mijn kantoor binnen in zo'n oranje jurkje. Vrouwen, sorry. Ja. Sorry, ja, je hebt gelijk. Maar jij kent dit programma niet, dus daar... Oh, dus ik zal ook wijven zeggen van nu van. Nee, maar goed. Die komen binnen, twee dames, en die zien er prachtig uit. En die kom je dan een sixpack met bier aanbieden en zo. En wat doe je? Die mensen die behandel je met alle egards. Want dat zijn studenten die daarvoor ingehuurd zijn, zien er prachtig uit. En die komen dan in de media, daar wordt een fotootje van gemaakt. En ze weten dat dat heel gevoelig ligt bij de hoofdsponsor, bij Budweiser. Die wil geen andere biermerken, dus ze sturen
20 bloedmooie vrouwen daar naartoe en dan weten ze, en dan hopen ze, als ze gearresteerd worden, hebben we free publicity. Ja. Nou, over de hele wereld staan ze op de voorpagina. Als Bavaria dit moet kopen met reclameruimte, zijn ze hun vermogen kwijt. Ja, en wij zitten er nu alweer over te praten. Maar... Bavaria, Bavaria, Bavaria. Ja, superleuk. Je hebt nog een keer superleuk genoemd. Ja. Maar ik begrijp dat het staat niet op die kleding, schijnbaar. Nee, het staat niet zo. Het is toch briljant, ja, dan? En waarom halen ze dan überhaupt weg, die vrouwen? Want omdat het toch te maken heeft met die gedaan. Wat vind jij ervan, Jan? Of is het storm? Volgens mij staat er wel eens op de kleding. Nee, staat niets op. Nee. Als het ik las in de krant dat ze, als ze het rokje omhoog trekken... Nee, maar dat doen ze niet, Jan. Nee, staat er niet. Nee, staat niet op. Het is een kort... Hoe weet jij dat? Nou, ik heb het rokje omhoog getrokken. Ja, dat bedoel ik. Ik ben namelijk onderzoeksjournalist. Het is gewoon wat strak rokje. Het past, dus moest het wat verder omhoog. Het past iedereen. En als je een mooi figuur hebt, ziet het er nog leuk uit ook. Dus dat is heel goed bedacht. Briljant, echt briljant. Ik vind het ook. En er zijn er ook 200.000 van verkocht. Ja, je moest een sixpack bier kopen en dan kreeg je zo'n jurkje erbij. Ja. Ja, weet je trouwens dat de Budweiser ook Jupiler in het bestand heeft staan, dat je het even weet? Jupiler is onze vriend. Ja, ja, die zijn goed, hè? Ja, die zijn fantastisch. Wij zitten al 2 jaar in een decor van Jupiler. Ja. Hè? En we hebben de Jupiler League. En Jup, is Holland Jup. Zit ik op de... Wat is dit voor uitzending? Nou, dan is het wel een beetje competitievervalsing, niet? Een bal is toch belangrijk? Jullie hebben gevoetbald, dat is toch heel belangrijk? Ja. Of niet? Het gaat eigenlijk niet om de bal, wou je zeggen. Nou ja, zonder bal wordt het een stuk moeilijker. Dat... Ja. Ja. Al zijn de spelers, die kun je beter geen bal geven. Manolev! Gewoon een leuke analyticus in een evenhoofd. Nou, dat... nou, we zoeken nog een Duits elftal op een nakamping. Meer zeg ik niet. Geen enkel probleem. Nee, ja, ik ga het regelen. Nee, over geld doe ik alles. Je zo zit te irriteren aan Ronaldo, Johan, vandaag. Peter Dijkgraaf uit Rijswijk, met al zijn zwalbes en zijn maniertjes en dat soort dingen. Ja, nou, ik vind het een bijzonder irritante jongen. Ik heb altijd, als ik naar een wedstrijd van Portugal zit te kijken... dan ben ik altijd na 10 minuten voor de tegenpartij. Omdat ik me ontzettend erger aan de maniertjes en de nare dingetjes van Ronaldo. Ja. Die voelt zich zo huizenhoog verheven boven zijn medespelers, boven de coach, boven de tegenstander. De arrogantie druipt eraf en dan denk ik... Mag ik nog 1 keer fit zijn en in een korte broek met dubbele scheenbeschermers het veld betreden? En dan zal ik weten. Want ik krijg mailtjes binnen, Johan. Bijvoorbeeld Colin Thijs uit Venlo. Het zegt, het valt me op dat u veel vrolijker bent in het koerhuis dan in de studio. Doet de zee u zoveel goed? Of misschien dat u een tijdje van huis bent? Wat is de reden? Nou, dat laatste zeker. Want ik was gisteravond mijn sleutels vergeten. Die had ik hier laten liggen. En dan kom je om 1:30 kom je... In Smalltown, waar ik woon. Ja. En dan sta je voor je eigen deur, kun je er niet in. En moeders in diepe rust. En ik door de brievenbus roepen. En opbellen. Maar met het resultaat dat de hele wijk wakker was, behalve mijn vrouw dus. Dan komt er uiteindelijk iemand aan de voordeur. Bijzonder zagrijnig. En toen maakte ik nog een misplaatste grap. Toen, kon ik het helemaal wel schudden. Dus... Ja. Mag ik die misplaatste grapje plaatsen of moeten we dat... Nou, in het kader van het niveau van het programma lijkt me dat niet bevorderlijk. Ja, ik begreep dat je er iets goeds toe wenste, maar goed, dat geldt zijn. Nou, ik wil het wel zeggen. Ze kwam met de deur in zo'n ochtendjas met zo'n gezicht. Je kent dat wel, hè? Die vrouwen kunnen zo'n gezicht. En toen roep ik heel opgewekt, jou ga ik nou eens een heerlijke beurt geven. Nou, dat was helemaal mis. Nee, dat viel niet goed. Nee, dat was helemaal mis. Ja. Nee, dus ik denk dat ik de eerste 6 weken maar hier blijf slapen. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja. Heb je geen zomerse jasjes, had ik me trouwens af te vragen. Sorry, dat begint weer... hij weer. Ja, nee, maar ik zit er weer naar te kijken. Het is hier echt 30 graden namelijk. Ik zei vertellen, de mensen die hier nu binnen zitten, die hebben het onder die lampen allemaal warm. Ja. Maar hier in Scheveningen, ik kom hier niet zo vaak, ik ben een jongen uit de provincie. Je waait hier echt uit je borst er ook, hè. Ik sta daar boven op een balkon een sigaar te roken. Dan heb je niet alleen longkanker, maar ook longontsteking. Het is hier gewoon 30 graden wat dat betreft. Zeg maar, die Pieter Kruis, die staat zich iedere ochtend te scheren. Die zit die kop. Ja. En dan staat erachter die vrouw. Dus godverdomme een 9,5. Bijna tegen de 10 aan. Ja. Dan zou hij toch ook wel eens denken van, hoe zou dat kunnen, joh? Ja. Als die zich uitkleedt, dan zou hij toch ook wel denken, joh. Ja. Hoe zou dat weten? Maar ik denk niet dat hij dat denkt.
Nee, ik denk maar ze gaat voor inhoud, heeft ze in alle interviews ook gedaan. Oké, maar dat er wat mis is met voetballers. Kijk, ik, ik volg die onzin met die glamourwereld rond die voetballers, die volgen op de voet. En als ik dan vanochtend in de Telegraaf lees dat Wesley Sneijder de naam van Jolante aan gaat nemen. Ja, dat is ook een vraag die we binnen hebben gekregen. Erwin, heb jij dat nou nooit overwogen? Dat vraagt hij zich echt hardop af. Nou, gaat die Jolante Sneijder dan? Mijn vrouw heeft een prachtige naam. Maar nee, ik heb het eerlijk gezegd nog nooit overwogen. Want ik vind het ook heel ongebruikelijk en vreemd. Is dat een teken om aan te tonen dat hij heel veel van Jolante houdt? Wat is dat voor een eerbetoon? Ik denk dat het is. Ik kan het wel begrijpen, hoewel ik het ook raar vind. Maar ik denk dat dat is omdat het als van dat zij de hele tijd in zijn schaduw staat en dat hij dat op die manier goed wil maken of zo, denk ik, hoor. Nou ja, ik ben blij dat mijn dochter dat niet doet, want die had een vriend, is er nu mee gekapt, maar die heet de suikerbuik. ja, dat weet toch niet in de familie hebben. Heel leuke gozer ook. Het was een ontzettend aardige jongen en het spijt me ook dat ze daarmee gekapt is, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja. Suikerbuik had wat dat betreft ook blijven. Ja, dat was een soort tegenpool van jou. Ja. Ik hield van die jongen. Ja. John van den Berg, u heeft veel kritiek op Jack van Gelder, maar hij is wel gewoon naar Zuid-Afrika gegaan, terwijl u niet durfde vanuit veiligheidsoverwegingen. Dus wat dat betreft... Nou, John van den Berg die slaat ook weer onzin uit, helaas. Bij ons slaan mensen altijd onzin uit. Het zijn er wel heel veel bij jou, hè? Kijk, het is zo... Jullie hebben hier vakantie, jullie zitten de hele dag koffie te drinken en dan doe je dit programmaatje. Ik moet gewoon overdags werken, ik moet nog een blad runnen. En ik kan hier naar Afrika, want ik heb hier een redactie, ik moet hier zijn. En ik vind het belachelijk dat Jack van Gelder van de publieke omroep 5 weken in Afrika zit, van onze belastingcenten. En je kunt op tv niet eens zien dat hij in Afrika zit, want hij zit ergens in een hotel. Dat kan ook in Amsterdam zijn of weet ik veel waar. Dus het is allemaal weggegooid geld. Dan vliegen ze gasten in op onze belastingcenten en dan roept hij ook nog tegen Ronald Koeman voor ze weggaan. Neem je wel je golfclubs mee naar Zuid-Afrika van onze belastingcenten? Het zou ook wel weer lekker voor Van Gaal zijn dat zo'n ventje die geen flauw idee vaart over gaat wereldkampioen wordt. Dat wil dus zeggen dat het allemaal geen reet uitmaakt wie er op die bank zit. Dat je gewoon met je rug naar die wedstrijd kan gaan zitten. Hè? Dat zou ook wel weer grappig zijn, of niet? Tot nu toe is de FIFA uitermate tevreden over organisatie in Zuid-Afrika. Het is zeker allemaal perfect geregeld, zegt de FIFA. Ja, maar de FIFA heeft dat georganiseerd. Ja, en de FIFA heeft het wel aangezegd. Dat je blij van WC heet, toch? Ja. Ja. In 2006... Blatter is altijd uitermate tevreden over zichzelf. Ja. En die is 104 en wil nog 10 jaar blijven. Ja. Dat meest grappige is, toen hij aangesteld werd, maakte hij eigenlijk al een verpletterende indruk. En ik heb de indruk dat hij ook nog een hele tijd niet weggaat. Laten we even gaan kijken naar... Dat was bij zijn aanstelling, was dit. Sepp Blatter. Ja. Ja. Maar ja, zei hij waarschijnlijk ook niet dat het prima gedaan had. Maar hij gaat gewoon door ook daar. Ja, precies. Nee, die is niet kapot te krijgen. Die wedstrijden zien er niet uit. Nee. Ik heb vanmiddag naar Honduras zitten kijken tegen Chili. Dat was vreselijk. Ja. Dat was echt vreselijk. Ik zat te denken, als je dat op het veld speelt van Den Bosch bijvoorbeeld. Ja. Met 1600 mensen. Ja, die gaan allemaal in de rust weg. Die denken, hier hebben we geen zin in. Nee. In die onzin. Nee. Wat was dat slecht, zeg. Oei. Nee, dat is meer een voetbalman, moderner, denkend. Ja. Zijn je trouwens Champions League of niet? Volgens mij wel, hè? Dan heb ik alvast. Ja, ik werd zo straks aangewezen door een paar jongens van de Johan Derksen fanclub. Dat blijkt de Johan Derksen bingo te zijn. Met alle uitspraken van jou. Ja, kijk, en nu we toch nog... Is die beneden dadelijk? Ja, nu we nog 3 weken te gaan hebben. Kunnen wij er ook naartoe? Kan ik alvast Champions League kan ik afstrepen hier. Kijk, die staat hier, Champions League. Dus die zijn we kwijt. Ja, kijk. Dus, ik ben heel benieuwd. Ik begrijp jouw jaloezie, want jij hebt van de lagere school al gedroomd van een fanclub en een bingo. Maar ik heb het allemaal. Ja, nee, we zullen. Maar we gaan kijken of we het voor het einde van het WK vol kunnen krijgen. Want of ze allemaal, er zijn 40 uitspraken van jou staan erop die regelmatig terugkomen. Nou, dan heb ik in ieder geval een hele ruime sortering cliché. Ja, noem er nog eens een waarvan je denkt dat die erop zou kunnen staan. Paardelo. Laat die er nou net niet op staan, zeg. Komt er wel bij. Dat is nou jammer. Nee, die van Dirk Kuyt staat er wel op, bijvoorbeeld. Ik heb geen idee. Ja, die van Dirk Kuyt weet je toch nog wel. Die heb je van de week de hele week geroepen. Oh, demagoog. Demagoog, die zijn ook kwijt. Heel goed. Zijn er al 2 kwijt. Dat gaat lekker op die manier. We geven trouwens naar die scheidsrechter. Zijn er nog prijzen aan verbonden? Ja. Dat je een heel seizoen niet meedoet. Toch niet in, toch, als het maar niet een weekend logeren in Oudewater is, dan vind ik alles goed. Keepers? Nou ja, hij is streetwise, Bert. Bert komt uit de worp in Deventer. Oh, sta ik daarop? Ja. Oh, jij wilt people manager. People manager, ja. Ja.
Ik heb er één. Is er al iemand die bingo heeft? Nee, we zijn er nog lang niet, maar we komen aardig in de buurt. Als ik een mail heb, maar wat voor mail zou dat dan moeten zijn? Ik ben heel benieuwd. Oh, wacht. Je schijnt er nog één genoemd te hebben. Wacht. Ja, Chelsea heb je al gezegd, zegt Chris Haring uit Maasdijk. Voor de bingo, die staat er ook op, Chelsea. Nee, die mensen zijn goed bezig. Die zitten op te letten. Die snappen hoe het werkt, inderdaad. Chelsea zit er ook op. Maar ook zo geschreven. Ik ga op dit spel. Ga ik patent heel ja, maar ook zo geschreven. Chelsea, dat vind ik ook zo leuk. S-J-E-L-S-I-E. Dat vind ik echt geweldig. Chelsea. Nog één vraagje. Staat IJdeltuit er ook op? Ja, die heb ik ook gezien, zeker. Wil je die even persoonlijk doorstrekken? Ja. Nee. Toen over leeftijden. Ik heb bij Sparta nog gespeeld met Prins Polly. Ja. Die was 16 jaar. Daar durfde niemand mee onder de douche te gaan staan. Echt serieus waar. 16 jaar was. Dat zei hij, hè? En die stond ze drie keer per dag te scheren. Hij speelt nu nog. Ja. Nee, dat weet ik niet. Nee, toch? Nee, maar dat is het gevaar een beetje. Die leeftijden die kloppen vaak voor geen meter ook. Ja, ik heb hetzelfde met René. Dat ik bang was onder de douche, maar ik heb met Chidi Nwanu gespeeld. En die haalde Bert Jacobs toen van Anderlecht. En die kwam binnen en die zou dan 2,33 zijn. Die man die was niet meer vooruit te branden. En ja, toen hoorde je later dat hij al boven de 40 zou moeten zijn. En ja, dat heb je zo vaak met de onder 17 toernooien in de wereld. Die worden vaak gewonnen door Afrikanen. Ja. Ja. Maar ze rijden allemaal met de auto naar huis. Nigeria onder 14. Ja. Rijdt er in die bus. Ze slijt het in de gang. Maar in dat opzicht. Wacht nou op. Wat? Krijgen we problemen mee met dat soort uitspraken natuurlijk. Ja. Alhoewel je op de lijst van Johan kan staan trouwens, want jij gebruikt hem ook wel eens. Ja, ik heb hem toch maar weer even bij natuurlijk. Dat moeten we wat gaan we doen? Ja, ik ben natuurlijk niet helemaal op achterhoofd gevallen, want je hebt een lijst met clichés van mij. Een behoorlijk uitgebreide lijst, maar ik heb ook even mijn huiswerk gedaan. Dus ik ga jou ook afschrijven. Welke heb ik al gehad? Inderdaad, waarschijnlijk al een keer. Ja, mooie boel zeg je altijd. Ja. Zo, dat zijn teksten. Dat is duidelijke taal. Het gaat allemaal nergens over, dat klopt. Topshow, daar bedoelt hij eigenlijk zichzelf mee. Den Haag / Scheveningen. Nou, ik ben er klaar voor. Ja. Wat was die Atuba? Was dat ook een Ghanees? Nee, die komt uit Cameroen volgens mij. Oké. Ja. Die zit er niet bij, hè? Nee, die is nog steeds niet fit. Nee, die is toen op de training. Die is lang geblesseerd, hè? Ja. Zou ze die nog eigenlijk een jaar erbij gegeven hebben? Of we kijken het nog even aan. Volgens mij had hij 2 jaar of zelfs 3 jaar nee. Getekend. Ja, dat is voor langer dus getekend. Dus we gaan genieten. Ja, die komt volgens mij zeker terug. Hey. Ja. Ja. Oh. Ja, je bent echt leuk. Oh, ja, hè? Oh. Dan is er nog een oproep gedaan van de politie uit Den Haag. Er is hier vannacht nogal wat geluidsoverlast geweest. En de politie heeft wel een foto van de dader. Maar die willen graag dat mensen reageren als ze hem herkennen. Het schijnt om de linkerpersoon op de foto te gaan. Die Amsterdamse straatliederen met volle borst in de openbare gelegenheden heeft staan te blaren. Goedenavond en hartelijk welkom zondag 20 juni. De late uitvoering van VE Oranje met René van der Gijp, Johan Derksen, Gerald Vanenburg en Yvonnier. We hebben studioprogramma's gedaan jarenlang en dan hoopte je dat er enthousiast publiek kwam. En dan zaten de mensen altijd op Bon Jovi te wachten. En dan zat er iemand een enorm emotioneel verhaal te vertellen. Die had net 2 kinderen verloren. En dat dook ik helemaal in, maar intussen voelde je de onrust. En hier klopt het gewoon qua sfeer. Dus wat mij betreft is dit even het kleine Walhalla. Zo hé, die is wel goed bezig hè, die van hier. Ja. Nou ja. Zo werkt dat hè. Ja. Maar... Nou, dat heb je ook in al die jaren nog meegemaakt. Dat mensen maar ik probeer Johan ook even uit te leggen hoe je makkelijk vrienden maakt. Ja, ja. Dat weet jou niet zo veel. Nee, maar ik doe geen enkele poging om welke populariteitsvol dan ook te winnen. Nee, dat is wel duidelijk geworden de afgelopen jaren. Dan scoor je met verf inderdaad wat dat betreft. Zo heeft iedereen zien maken. Nou, ook, als je verliefd bent, ben je leuk. Hè? Daar weet je ook alles van. Ja, ik ben al jaren niet meer verliefd. Oh. En toch wel leuk. Nee, hoe lang is dat geleden bij jou inderdaad? Ik let op mijn woorden, want soms hou ik er rekening mee dat mevrouw heel af en toe ook wel eens kijkt en zo. En, ja, het gaat nog verder volgens mij. Volgens mij staat er deze week iets in de Linda, wat ook niet zo handig was. Ja, toch? Ik moet jou niet altijd alles vertellen. Nee. De mensen kunnen beter zelf de Linda maar kopen, heb ik begrepen. Nou, kijk, ik zal er niet omheen draaien, want er ligt nou erop straat. Je zegt wel eens wat doms op tv. Ik ben af en toe wel eens ontzettend onbeschaafd. En ik heb toen een hele platte, nare grap gemaakt over Linda de Mol.
Dat ze in bad zat met vier blote kerels. En toen zei ik, nu zou ze eigenlijk zo'n hele grote kutscheet moeten laten. Ja. En daar wordt dan nog in bepaalde kringen redelijk om gelachen. Bij mij thuis wat minder, kan ik je zeggen. Wij waren verbijsterd, kan ik maar me herinneren. Maar ik wil af en toe wel eens een goede beurt maken. En mijn vrouw vindt de Linda een heel leuk magazine. En ik liep daar in die winkelgalerij en ik zag dat er nieuwe uit was. En ik kom s'nachts om 1:30 terug. Dus ik had hem op tafel gelegd en ik ben 's morgens vroeg alweer weg. En ik kom gisteravond thuis en ik zag al aan dat gezicht dat het niet goed zat. En, want dan krijg je een zevende zintuig voor in al die huwelijken. Ja, maar huwelijk is dit precies? Nou, nee, dan laten we dat maar niet aansnijden. Maar in ieder geval bleek dus in die nieuwe Linda, had Linda een geweldige revanche op mij genomen. Want in een hoofdredactioneel commentaar schreef ze een stuk dat de vrouw van Johan Derksen last had van kutscheetjes. Nou, dat viel helemaal niet goed bij mij thuis. Dus. Ik wou de volgende keer een beetje beter op mijn woorden passen. Ja, je sliep vannacht op de bank, begrijp ik wel. Nee, nee, ik heb wel in bed geslapen, ja, maar wel op het randje. Op het randje. Scheidsrechter uit Mali, die van de week alles verkeerd deed, die was nu vierde man. Dat deed hij goed, hoor, die vanmiddag. Ja, dat kon hij wel, hè, de heer Koulibaly inderdaad, die waarschijnlijk geen wedstrijd meer gaat. Mario, die belt mij dan wel eens om 8:50 ochtends op en dan gaat hij naar de club. En dan belt hij mij om 9:45 op en dan rijdt hij terug naar huis. Dan denk ik, god, dat vind ik toch wel lang. Zo'n dag maken. Ja. Ja. Dat doe jij niet, hè? Nee, mijn grootste probleem overdag is wie het raam dicht doet. En dat doe ik dan zelf. Ja. Daar denk ik even, over na. Weet je wel? Ja. Dan loop ik er toch gewoon naartoe. Ja. Niks aan de hand. Bert van Marwijk doet nooit dingen die vreemd zijn. Die doet altijd hele logische dingen. Ja, dat is de voorzitter van de Bert van Marwijk fanclub, die zit naast je. Naast die van de Jan Reken fanclub trouwens ook. Veel internationale prominenten, ook natuurlijk Nederlandse prominenten daar aanwezig. Ronald de Boer. Ja, ik zal nooit voorzitter van jouw fanclub. Nee. Nou, als ik zit te kijken, dan denk ik, Ivo, kruipt die gasten niet zo in hun hol. Maar ik begrijp best zijn probleem. Kijk, om daar binnen te komen met een camerateam, dat is op zich een kunst. En je bent dan te gast. En dan is het ook vrij onbeschaafd om de meest genadeloos harde vragen. Welke genadeloos harde vraag had jij gesteld? Nou, de ziekelijke wijze waarop die mevrouw zich over de rug van Wesley Sneijder profileert. Ja, maar is dat jouw mening over haar of is het echt aan de gang? Ik heb haar op een hele andere manier leren kennen. Ja, dat kan wel. Ik ken haar niet. Dit is wat de kijkers van Nederland 1 nu verwacht. En ik hoef haar niet eens leren kennen. Maar als ik de Telegraaf. Nou, ik ben heel tevreden hoor. Ik ken mijn beperkingen. Nee, maar je kunt geen showprogramma kijken. Je kunt geen showpagina, geen gossipblad openslaan. Of zij heeft wel nieuws. En dat nieuws, dat wil ze graag. Ze wil zich profileren daar. Dan moet je ook er rekening mee houden dat columnisten af en toe een draai om de oren uitdelen. En dan is het meteen, de journalistiek heeft geen respect. Nee, iedere morgen geconfronteerd worden met de bruidsjapon die ze gaat dragen. Nou, ik ben daar niet in geïnteresseerd. En die overdaad, die begint mij te storen. En ik vind het bijna ziekelijk zoals die mevrouw zich profileert. En ik zeg er altijd bij, als die twee verliefd op elkaar zijn, dan gun ik ze alle geluk van de wereld. En ik denk nog steeds, maar misschien ben ik een beetje slecht, als Wesley stratenmaker geweest was, dat ze dan niet verliefd op hem geworden was. Ja. Ik weet het niet hoor, maar waar zit ik nou naar te kijken? Naar een speler van Chelsea die gaat zeggen, we hebben misschien, dat zegt hij, we hebben misschien onze slechtste interland sinds jaren gespeeld. En dan gaat hij vanavond met die hele groep nog 93 minuten naar zitten kijken. Dan ben je te gek. Ja. Dat is een SM. Dat slaat nergens op. Ik bedoel, dacht je niet, wij ook, als wij gespeeld hebben, je hebt die wedstrijd toch gewoon in je hoofd. Je weet toch wat je goed gedaan hebt, wat je fout gedaan hebt. Je had er 3 minuten uit. Hè? Ja, nog ineens, 50 seconden, rot op. En dan ga je met die trainer zitten en dan zeg je, joh, hè, kom op, hé. Maar ik zie ze al zitten, die Steven Gerrard zo. Die had je zo 93 minuten naar zo'n kutwedstrijd gaan zitten kijken. Dat was wel een gezellige beweging. Ja, lekker toch, joh. Voor de wedstrijd, Ruud Olivier uit Stedenbroek vindt de vraag aan jou. Wat vind je daarvan? Maar dat doen wij ook altijd, maar wij doen het niet hier aan tafel. Nee, je bent er wel een voorstander van, hè? Dat knuffel en zo. Het was maar ik vind dat wat wij altijd voor de uitzending doen, dat wil ik niet meer missen. Ja, en dan gaat René op zijn knieën, doet even een gebedje dan. Ja, René.
Had je het nou vandaag weer over in het gebed? Of verstond je niet helemaal? Flauw idee. Nee, wij ook nee, niet. Nee, maar ik vind dat eerlijk gezegd klinkklare onzin. Dat volwassen mensen tegenwoordig moet je in de kleedkamer van allerlei beloftes plechtig aan elkaar doen. En dan kom je in het veld op, dan moeten de 80 kruisjes geslagen worden. En dan moet je nog een scrum op het middenveld maken. En dan moet je eens kijken als een man gewisseld wordt of geblesseerd uitvalt. Die moet 45 handen schudden. En tegenwoordig niet meer gewone hand, maar van die rare bovenhandse handen en zo. Ik denk, geef gewoon een hand. Maar je kunt ook gewoon in de dugout gaan zitten hoor. Want ik vind het allemaal zo overdreven. Want het is allemaal zo camerabewust. Hè. Het moet allemaal wel voor de camera, want ze moeten wel zien hoe fijn ze het samen hebben. Hoe een hecht team ze zijn. Lik me reet. Ja, maar je kwam zo dicht in de buurt van het woord wat ik zocht, maar het kan me weer niet. Je staat welk woord zocht je? Hypocriet bedoel jij toch, of niet? Je vindt het nogal hypocriet. Nou, ik kan je op de wenken bedienen. Ik vind het inderdaad een ontzettende hypocriete bende. Bij deze ook weer afgezort. Want jij wil nog bingo hebben vandaag, ik wil zeker de bingo halen, maar... De uitvoering van V.J. Oranje vanuit het Koerhuis in Den Haag-Scheveningen. Vandaag met Johan Derksen, René van der Gijp, Alfons Schoenendijk en Bas Muis. Je weet wie Italo is, hè, of niet? Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij in die serie zat voetbalvrouwen, volgens mij. Ja, daar is Italo inderdaad, En dan slaat hij zijn vrouw en zo, dat soort dingen allemaal. Dus, Nou, is dat... Is mis mij. Nou, dat begint lekker, jongens. Dat begint heel lekker. Ja, ik heb de indruk dat mevrouw Derksen weer eens niet kijkt vanavond, of... Sterker nog, die ligt boven te kijken, dus ik ben vanavond zo tammes wat. Er komen er veel voetballers naar me toe. En die kwamen dan zo naar me toe, leuk programma, maar in het echt gaat het echt niet zo, het is echt heel anders. En die verontschuldigden zich bijna van, maar zo is het eigenlijk niet. En dat begrijpen wij natuurlijk ook wel. Maar des te leuker is het als je je vrouw een klap mag verkopen. Of als je dat is het hartstikke leuk om te spelen. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dat in het echt zou doen. Maar des te leuker om het een keer op televisie te mogen doen. Leg maar uit, wat is er leuk aan? Ja, dat is gewoon grappig, dat is humor. Humor. Ik barst van de humor. Ja. Dat moet dat wel, Dag dames en heren, hartelijk welkom. Dinsdag 22 juni het jaar 2010. Alweer een aflevering van Voetbal International tot V.J. Oranje. Met Johan Derksen, René van der Gijp, Jaap Stalman, Herman Koch. Herman, hartelijk welkom in onze uitspanning hier aan het Koerhuis in Den Haag-Scheveningen. Laaiend enthousiaste menigte, dat merk je, maar daar ben je aan gewend geraakt. Zeker nu jullie even terug zijn gekomen in Jiskevet. Heb je nog geneukt? Ja. Toch? Ja. Nee, niet dat u denkt van... Hè? Ja, dat nu gaan doen. Dat gaat er wel in bij ons publiek. Ja, het is dat niveau. Ja. Ik zal maar eerlijk bekennen, ik heb niet geneukt. Maar... Nee? Is er niets gebeurd? Nee. Is dat allemaal nog vanwege al die komt er vaak niet van. Oh, okay. Maar ik vind de kracht van Herman's programma, die hebben een hit. En die melken ze niet helemaal tot de laatste druppel uit. Zouden we ook al moeten daarover nadenken. Inderdaad. Maar op een gegeven moment stoppen ze. Waardoor het publiek zegt, goh, wat jammer dat ze stoppen. En dan komen ze met een nieuwe creatie. Dat wordt vaak ook weer een succes. Maar het is ook slim, want ze houden de deur ook open om ooit weer terug te keren naar de eerste hit. Ik vind dat een heel goed beleid. Niet doorgaan tot het gaatje, tot iedereen zegt van, daar heb je ze weer. Niet twee keer op een avond, elke dag bij het WK bijvoorbeeld. Nee, niet 63 uitzendingen met een hoogst irritante presentator. Nee. Nou, ik zag meneer Roemer komen en toen dacht ik, wat is dit van doospastoor? Want hij heeft niet de uitstraling, de flamboyante uitstraling van een Marijnissen. Dat is even wennen, hè? Ja. En achterkant was ook een pittige dame. Maar na verloop van tijd zag je dat zijn argumenten heel sterk waren. Hij kon heel goed discussiëren, van repliek dienen en de rust bewaren. Dus hij heeft zich echt van een totaal anonieme politicus... heeft hij zich binnen een half jaar opgewerkt tot een bekende Nederlander. En je weet, daar hebben wij 12 jaar over gedaan. Ja, we zijn nog hard onderweg. Maar wij hebben behoorlijk onze zakken gevuld. Maar je hebt ook met deze generatie gewerkt als trainer van ADO. Je hebt zelfs Elia te weggestuurd, zeg maar. Want je hebt Elia op een gegeven moment... Nee, ik heb Elia niet weggestuurd. Het is gewoon een hele vervelende opmerking van je, Guinee. Zo ken ik je weer, Lex. Ja. Alle ruimte voor Lex. Nee, maar het is gewoon zo. Kijk, Elia was 18 jaar, kwam bij ADO in het eerste elftal te spelen. En had gewoon, zeg maar, een probleempje met zichzelf. Ja. Hij vond zichzelf zo goed. En ADO zat in een moeilijke omstandigheid dat er 7, 8 spitsen rondliepen. En er waren ook niet de minste Mols, De Loosje, Kolk.
Nou ja, en daar moest hij mee concurreren. Ja, kijk, jullie zijn de hele tijd aan niks doen, maar ik ben aan het werk. En er was toch een man die was zich benieuwd wat dat voor werk is. Jurgen van Soest uit Oostrum zegt... Beste Jo, je zegt wel iedere keer dat je overdag hard moet werken tegen René en Wilfred. Maar in de Lieden zie ik je altijd alleen maar onderuit liggen met een sigaar in je mond. Wat voor werk is dat? Dat soort werk zou ik ook graag doen. Nou, misschien kan ik die meneer even uitleggen dat ik... als ik 's middags hier arriveer naar de eerste wedstrijd, hebben we een paar uur rust. En dan ga ik wel eens op bed liggen naar de volgende wedstrijd kijken, ja. Maar... ik begin gewoon 's ochtends met een redactievergadering en dat blad moet vol. Hè? Ja. En als jullie hier dat hele zware onderwerp in die kranten behandelen, ja, op het terras, ja, dan zit ik midden in een productieproces. Maar ben je ook nog steeds aan het joggen elke ochtend? Nee, dat kan ik even niet opbrengen, want ik ben om 2:30 thuis en om 7:00 sta ik hier weer naast. En af en toe moet ik nog een oogje dicht doen. Hè? Maar is er waar, want ik las in het VI-dagrapport dat jij op die loopband thuis dat elektriciteit was uitgevallen. Nou, nee, en dat je tegen de muur bent geklapt. Nee, ik had een... Nee, is dat niet waar? Er is blijkbaar geen beter vermaak dan leedvermaak. Ja. Maar ik heb inderdaad zo'n ambitieuze loopband gekocht. En, maar die vrat waarschijnlijk veel energie. Want ik was midden in een run. En toen sloeg er een stop door. Maar dan weet je niet wat er gebeurt. Want dan stopt die abrupt. Ja. En inderdaad kwakte ik helemaal eroverheen. En nadat mevrouw eerst wat geschrokken reageerde... volgde er toen een wat hysterische lachbui. Want dat zou best koddig geweest zijn. Ja. Als ik daar in de knoop op de grond Er zijn geen leg. Beelden van, helaas, denk ik. Er zijn geen beelden van, nee. Bijzonder. Maar als je nou terugkijkt in de tijd... wat was voor jou nou misschien wel het beste wereldteam ooit? Wereldkampioen, zeg maar. Nou, het meest spectaculaire in mijn beleving was Brazilië in 1958 in Zweden. Oh, toen we... ja. Met die houten guldens, toch? Maar toen had je dus... Ja, je nou, het is echt, ja, je het is echt gebeurd, er zijn nog beelden van en er zijn nog een boek over. Maar toen maakten we, zeg maar, als groot publiek, omdat toen hadden veel mensen al tv, maakte je kennis met Pelé en Garrincha en Didi en Fava. En dat was zo spectaculair, dat hadden we dus in Europa nog nooit gezien. Nou, ik ben het zover met je eens, ik ben iets jonger, maar als ik denk aan 86 in Mexico bijvoorbeeld ook, dan staan we alleen maar hele sprankelende, leuke wedstrijden, ja, die komen voorbij. En kan ik me niet herinneren dat er ploegen zijn zoals Griekenland gisteren... Nee. Waar je vloekend en scheldend voor de tv Je had ook legendarische wedstrijden. In 66 heb ik Hongarije en Brazilië gezien. Toen won Hongarije met Florian Albert in de spits. En dat was de favoriet van Johan Cruijff. En Bene met 3-2 van Brazilië. En ik weet nog wel dat ik een militaire dienst op de kazerne... Italië-Engeland zag... Ja, jij hebt in de BB gezeten, maar ik heb in dienst gezeten. Maar dat zijn wedstrijden die vergeet je nooit meer. Nee, ja, en zo'n wedstrijd heb ik nu nog niet gezien. Nee. Die je nooit meer... Ik krijg heel veel vragen bij interviews. Ik kreeg vandaag ook weer een brief binnen van mevrouw Kobi Biemans uit Gorkum. Die zegt dat ze 2 keer per dag met veel plezier naar ons programma kijkt. Het valt haar helaas op dat er nog nooit een vrouw is uitgenodigd. En om discriminatie te voorkomen stelt ze zelf voor om hier langs te komen. Maar Johan, is dat mogelijk om vrouwen aan een tafel over voetbal te laten praten? Oh ja, maar ik vind dat het niet ons persoonlijke recht is om onze eigen wijze mening over voetbal te geven. Maar als een vrouw een leuke mening over voetbal heeft... want het probleem is als je hier aan tafel zit, je moet wel meepraten. En dat is moeilijk zat, hoor, als je niet heel veel parate kennis hebt. Dus ik weet niet of mevrouw Biemans heeft... Mevrouw Kobi Biemans uit Gorkum, die stelt voor... Er staat toevallig geen geboortedatum bij. Nee, maar ze is wel lange tijd scheidsrechter geweest, zegt ze. Ze is in de buurt van Gorkum met een bekendheid. Nou, dat scheidsrechter, dat is geen aanbeveling. Nee, hoor. Nee, dat zijn al de speciale types, hè, die scheidsrechter zijn, want als je dat als hobby hebt, dan is het wat loos, hè? Ja. Dan is het ergens misgegaan. Vanmiddag werd er trouwens niet getraind. Ze zijn vanmiddag naar Robbeiland geweest. Ja, zag ik, ja. Om Arjen een beetje goed gevoel te geven. En dan hebben ze vanavond wel getraind. Ja. Het is zo slecht. Ja. Jij gaat mee, hè? Ja, dit is goed. Dit, ja. Hij was die heeft hij vanmiddag ingeschreven. Nee, nee. Die is niet spontaan. Want daar heeft hij de hele middag al voorpret aan gehad. Hij was op de redactie zelfs. Die macht heeft hij. Hij bepaalt het. En wij kunnen hier lullen tot de kerst. En wij hebben helemaal niks te zeggen. Ja, wij lullen hier alleen omdat de reclame verkocht is. En dan moeten we wat omheen praten. Ja. Ja, dat lukt aardig tot de benen. Maar Emiel... Ja, Gerard, we hebben jou op de stoel gezet van de voetbaldeskundige. Want we gaan ervan uit dat jij ongelooflijk veel van voetbal weet. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Het wordt een hele bijzondere avond. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik heel weinig, oftewel niets weet van voetbal. En ja, ik kan wel heel stoel gelopen doen. En jij straks met hele moeilijke vragen komt. Maar misschien kan ik er dan toch een beetje leuk voor de show bij zitten. Maar ik mag mijn liedje zingen. En het is de eerste keer sinds 25 jaar dat ik een liedje mag zingen in een voetbalprogramma. Dus ik vind het op zich al een hoogtepunt. Ja, nou, dat vinden wij ook.
Lekker, heb je wel een beetje. Ik zie dat je er ook warm van krijgt. Het is hier warm inderdaad. Ja, misschien moet ik me ook zorgen. Ja, dat zijn zware onderwerpen voor onze René. Ja. Ik moet je zeggen, als staat je vrouw daarnaast te huilen, ik zou het zo doen. Al. Ja. Vindt hij leuk, hè? Nou ja. Sorry hoor, schat. Het mooiste was, Gerard heeft al bij een huwelijk gezongen, toen zei hij het ook hoor. Dus ja, dat betreft... Ja, maar gelukkig houdt hij niet van mannen in het pakken. Nou, is zeker niet lelijker van standige pakken, nee. Het is wel erg zwart ook. Moet ja, 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 maar ik denk, je zal hem een beetje als een artiest kleden, maar... Maar dat is niet gelukt, kan nee, je dat wel. Is niet gelukt, nee. Het is een beetje een pak met een beetje rouwachtig. Ja, een beetje de Blues Brothers. Is je kat dood? Nee, toch? Nee. Goed, laten we het netjes houden, zeg ik. Ja, nou, je kreeg er nog wel een compliment over, zie ik net, over je kleding. Waar heb ik hem hier? Complimenten voor Johan kleding. Johan, ik wil je graag complimenteren met je stijlvolle kledingkeuze. Voor een boerenlul uit de Betuwe zie je er best vandaag goed uit. Robert Tournoi uit Tilburg. Nou, jongens, dus ja, ik komen, dankjewel. Die pak je even mee, dat inderdaad. Doet de mens goed. Nou, tot zover deze aflevering. We zaten ons wel af te vragen, net René en ik, of jij überhaupt bloedsomloop hebt. Want jij spreekt totaal niet. Nee, maar ik ben heel rustig hier aan tafel. Maar je hebt wel een hart ook, of... Er zijn mensen die zich dat afvragen. Ja, hè? Ja. Gerard, het is jouw moment. Ja. Alweer een goal. Ja. Neem ons mee naar het oranje gevoel. Ja, en dan gaan wij vanavond toe kijken naar Nederland tegen Cameroen. En dan willen we helemaal in de stemming zijn. Hij is binnengekomen op 8, heb ik begrepen, Gerard, hè? Sorry? Hij is binnengekomen op 8, hè? Op 9 in de top 100. Op 9 in de top 100. Dat is wat ik weet, ja. Nou, dames en heren, VI Oranje, zoals het hoort natuurlijk. Ik weet dat Johan mee gaat doen. Gerard kent de tekst al, zo te zien. Klein speakbriefje meegebracht. Alweer een goal. Hier is hij, dames en heren. Tot straks zijn we er weer, 20 over 10. Met Gerard Joling, tot slot van dit programma. Gerard. Ik ben er klaar voor. Barst maar los. Het is alweer zo lang geleden dat wij echt om de titel strijden. We hebben lang gewacht op dit moment. Als 12e man staan wij erachter. Iedereen toont zijn karakter. Dit oranje is echt ongekend. Dus laat je gaan en moedig gaan met sterkte. Zo'n knaller hebben wij lang niet gezien. Oranje wordt de kampioen. En daar kan niemand iets aan doen. Oranje is de favoriet. Lekker, tropisch warm, maar daar heb jij wat op gevonden, René, heb ik begrepen. Ja. Lekker, man. Je denkt, ze, het is niet zo warm ook hier. Ze maken jou nu weer gek, deze hè? Maken mij niet meer gek. IJsblokjes erin, zie ik. Ik heb gehoord dat hij ligt de s'nachts heel de nacht in zo'n bak met ijs. Hij wordt echt de dag daarna niet warm. Je hebt er weer eentje gevonden, zie ik. Ik slaap ook met een stropdas. Ja? Ja. Vind ik lekker. Het is een lekker donker pak, hè? Ja. Fijn. Ja. Ja, er komt een hittegolf aan, weet je. Oh, dat zit me geen reden. Nee? Nee? Nee, komt nog meer? Nee, jij krijgt me niet in zo'n fleurig overhemdje. Nee? Nee. Winterjasje erbij straks en zo. Mutsje op. Ik zou je nog verrassen een keer. Ja, ik ben heel benieuwd inderdaad. René, wat vond je van het optreden van de scheidsrechter trouwens, juist bij Brazilië-Portugal? Erik Suiker uit Veenendaal. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Nou, zeg het maar. Nou ja, Wilfred, ik moet heel eerlijk zeggen dat die man gaf enorm veel gele kaarten. Maar daar weet ik niet of ik er helemaal naast zit, maar voor mij is de finale bekend. Oh ja, vertel. Nederland tegen Spanje. Ja, het is wel klaar. Ja. Hij is klaar. Spanje vanavond even we over kunnen Chili stoppen. Heen. Dat wordt Nederland-Spanje in de finale. Want je wou toch niet zeggen dat deze twee houthakkers dat die het gaan maken, hè? Dat is toch ongecontroleerd. Ik ben het helemaal met je eens. Dat is wild. Dat heeft niets met voetballen te maken. Dat is een beetje achter die bal aanhobbelen of achter de bal blijven en daarna met wat ongecontroleerde overtredingen proberen weer balbezit te krijgen. Het is echt geen gezicht. Dit is geen reclame voor het voetbal ook. Die Brazilianen ook niet, hè? En je maakt mij niet wijs dat je met zulke houthakkers op het midden en achterin
Ik zweer het je. Dan zeg ik niet dat Robben moet in vorm zijn. Van Persie moet in vorm zijn. Sneijder moet in vorm zijn. Van der Vaart, als hij zou spelen, moet boven zichzelf uitstijgen. Maar dan rollen wij die Brazilianen echt met 3-4-0 op. Daar ben ik van overtuigd. Lekker gevoel zo, hè, aan het eind van de week. Nee, maar ja, dat heeft deze wedstrijd, wat René zegt, inderdaad duidelijk gemaakt. Dus ja, maar, je ligt al niet meer wakker van Brazilië. Kom op, Filipe Melo is waarschijnlijk aan zijn slechtste seizoen van zijn leven bezig. Onze vriend ernaast van, hoe heet die, die weet jij zo goed? Gilberto Silva. Gilberto Silva speelt inmiddels in Griekenland, is 35, loopt de 100 meter in 18 minuten. Er speelt er nog geen naast, die speelt in Turkije, hoe heet die? Ja, normaal gesproken Elano, maar die speelde vandaag niet inderdaad. Nee, speelde vandaag. Het is niks. Het is echt niks. En dan spelen ze achterin, spelen ze met twee van 2 meter, die hebben het ook te draaien van een... Bus. Van een bus, ja. En dan hebben ze die, en er zijn die backs zijn aardig. Maar die Bastos, dat is mij ook nou nog nooit. Ik dacht, mij kon wel. Maar Bastos vind ik ook een rare wilde ras. Lucio. Nee? Seizoen bij Inter. Nou, ik zou als die opkomt, zou ik hem best willen laten gaan. Gewoon zeggen, joh, probeer het een keer. Ja. Dat we hem een keer helemaal laten gaan, tot de keeper. Kijk wat er dan gebeurt. Ik zeg hier dat die mond er weg gewoon afgeeft. Zeg hier, geen zin in. Ah, joh, kom op. Voor mij is het bekend, hoor. Het is wat Johan zegt, ben ik het zo mee eens. Laten we nou gewoon op dit niveau blijven spelen. Laat Van der Vaart maar onder zijn niveau spelen. Maakt niet uit. Nee, inderdaad. Maakt totaal niet uit. Als niks te zien, man. Nee, maar Nederland kan profiteren tijdens dit WK van het dramatische niveau van de andere teams. Als je eigenlijk nu geen wereldkampioen wordt, dat is een schande. Dan word je nooit want dit is een unieke kans. Ja. Nee, dat vind ik ook. Echt waar. Je had bij de dagelijks knudden. Krijg je het wel mee, of niet? Nee, ik had dit niet gezien. Maar stond dat vandaag in de AD? Vandaag in het AD. Maar je kunt ook op de AD-pagina zelf kijken, bijna dagelijks hebben ze een knudde die over jou gaat. En meestal over jou en Wesley natuurlijk. Want van de week hadden ze er ook een. Dat Wesley dan had gezegd dat jij niet meer mocht zeggen dat Jolant een hoer was. En misschien dat we die nog even willen laten zien. Kijk. En dan zeg jij, ouwe hoer. Ja, die zegt, jij ziet er ook... jij ziet er ook heel leuk uit, René. Heb je ook niet? Ja, wat goed getekend, zo'n brilletje ervoor. En die stropdas. Nee, maar die stropdas over dat bed, dat blijft voor mij echt... Maar is dat raar dan, dat je een stropdas bij je pyjama draagt? Nee, helemaal niet voor jou. Nee, maar kijk, op zich vind ik voor lul staan nog niet zo erg. Dat doe ik ook vaak genoeg. Maar het is altijd wel handig dat je het zelf doorhebt. Ja. En dat vind ik het pijnlijke hieraan, dat ze allebei vreselijk voor lul staan zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. En waarschijnlijk als ik denk dat hij het wel door heeft. Ja, hij staat dat denk ik ja, wel. Ja, oké, zij, maar zij hij volstrekt beetje... niet. Nee. En ik ben bang bij haar, als je het haar nog 4 keer laat zien, dat ze het nog niet door hebt. En dat zijn de beste vrouwen. Ja. Daar zijn we allemaal naar op zoek. Glaag, die onzin. Wat een onzin. Is het onzin of niet? Ja, het gaat ver. Jongen, ja, maar wij zitten hier toch de hele maand onzin te doen. Want we moeten toch niet net doen of het ergens over gaat. Nee. Alle 5 Zuid-Amerikaanse landen zijn door, Johan. Dat is toch echt opmerkelijk? Dat is heel opmerkelijk. En het hele verhaal is ideaal voor Oranje. Want nu gaan de grote landen, tenminste tussen aanhalingstekens, elkaar afmaken. En Oranje speelt tegen Slowakije, piece of cake. En we hobbelen zo door naar de finale. Het kan niet beter. Ja, jullie staan het kan steeds... niet beter. Dat kun je niet bedenken namelijk. Ik dacht dat een paar uurtjes rust misschien een beetje... Nee, Nederland kan de titel haast niet meer ontlopen. Nee. Want jongens, Nederland kan alleen de titel ontlopen bij een goede dag van Spanje. Ja, in de finale dag. Kan er wat misgaan. Daarvoor geen centje pijn, mensen. Nee. Maar we hebben nog helemaal niet zo goed gespeeld. Wat is dat nou toch steeds? Nee, maar je ziet toch de tegenstander, Slowakije. 11 spelers en alle 11 minder dan de Nederlanders op die andere positie. Dus dat kan Nederland nooit verliezen. En dan valt Duitsland of Engeland valt weg, Spanje of Portugal valt weg. Ze maken elkaar af. Ja, wij pakken die Brazilianen even in de kwartfinale. Ja, Brazilianen, dat is toch vreselijk, hè? Die Brazilianen, als je daar bang voor bent, dan verdien je toch geen wereldkampioen. Zijn Filipe Melo. Zijn ze kwijt nu, is geblesseerd. Filipe Melo. Hij is geblesseerd, ja, die zijn... Ah, daar hebben ze nog wel een domme kracht achter die ze erin zitten. Ja, dat... En onze grote vriend van Panathinaikos. Ja, Gilberto Silva. Nee, maar als spelers in hun nadagen in Turkije en Griekenland spelen, dan hoef je er absoluut niet meer bang voor te zijn. Ik vind het, jij had het vanmiddag al een beetje. Jij zat hier met stomme verbazing te kijken wat dat betreft, Karel. Maar... Nou, wat die twee er allemaal uitkramen. Ja. Dat gaat ver, hè? Het gaat heel ver. Maar, dus vanmiddag dacht ik nog, het is ironie.
Maar al jouw medewerkers zeggen, nee, ze menen het. Ja. En nu ik in hun ogen kijk, ze menen het. Ja. Wij zijn gevaarlijke chauvinisten, hoor. Ja. Maar ik hoop dat de zeelucht jullie toch nog een beetje goed gesproken. Ja, maar kom op, man. Hey. Slowakije. Nou, waar hebben we het over? Schijt toch alsjeblieft uit, man. Skrutel. Skrutel. Altijd lastig. Ah, kom op, nee. Lies is op de Belgische televisie, toch? Ja. Daar wordt nogal eens geanalyseerd. Analyseren ze daar al? Ja, 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 ja. Voetbal, hè? En dan blijven ze met hun voeten op de grond, moet ik zeggen. Maar we moeten wel. Ja, maar ja, ik wou zeggen, want wanneer zijn jullie voor het laatst een toernooitje geweest? Kijk hem ook genieten dan, hè? Ja, dat vind je leuk, hè? Nee, dat is goed voor het scoren. Nee, 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 nee. Toen jullie er niet bij waren, in Japan. Ja. Toen waren wij er wel bij. En dat danken we Louis van Gaal nog voor. Oh, daar krijgen we die. Ze spelen gewoon in Europa. Maar die andere jongen van Ajax, die eigenlijk... Die viel ook nog in trouwens weer. Ja. Je kreeg nog bijna een kans ook aan het einde. Dat is echt ongelooflijk. Dat is toch helemaal niks. Maar is dat een goede vraag? Hoe kan je nou als Ajax die jongen kopen? Je hebt Eno, die is zo groot. Je hebt Asati, die is zo groot. Je hebt de Zeeuw, die is zo groot. En dan koop je er nog één, die is zo groot. Schijt eruit, man. Nee, maar al zou die nog zo goed zijn... dan neem je nog niet vier van die kabouters. Ja. Nou ja, ja. Maar oog te groot op de foto. Schij uit, zeg. Hey. Kijk, die Asati was blij dat ze hem gekocht hadden. Ja. Maar nou ja, ze hebben inderdaad een aantal dezelfde. Eindelijk overheen kan kijken. Ja, die voor het eerst in zijn leven komt nu wel op de training. Dommig wat de Amerikanen doen. Die rennen heel hard, maar ze hoeven niet zo hard te rennen... als ze wat kiener waren en wat tactisch wat sterker. Maar zo zijn ze niet opgegroeid, hè? Want jeugdtrainers heb je niet. Een vader is daar de coach. En soms zijn er ook vrouwen die daar gewoon de leiding hebben. En ze worden dus gewoon niet... Is dat niet goed? Ja, nee, sorry hoor, maar wat is daar mis mee? Daar is alles mis mee. Want? Nou, omdat vrouwen natuurlijk in de keuken horen. Nee. Jij hebt een hele makkelijke avond hier, moet je horen. Dit wordt mijn avond. Ja. Dit is mijn publiek. Nee, maar... De... Het wordt inderdaad een hele lange avond. Nee, dit bandje neem ik mee, jongens. Bedankt hoor. Nee, langs de voetbalvelden, bij het amateurvoetbal in Nederland. Hoeveel vrouwen daar aanwezig zijn, dat is niet alleen in Amerika. Dat is ook in Nederland. En ook daar werpt het zijn vruchten af. Dus ik denk dat het helemaal geen slechte zaak is. Nou, waarom kunnen wij geen verstand voor voetbal hebben? Waarom kunnen wij niet enthousiast zijn? Nou, erg leuk dat u een lans breekt, maar populair gezegd is het allemaal lulkoek wat u uitkraamt. Ik vond het lekker, want volgens mij was je vrouw vanochtend ook een beetje boos op je. Dus in dat opzicht scoor je niet aan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, de directie van RTL is erg tevreden over de kijkcijfers en fantastisch. Maar de directie van mij, die kijkt nooit, dus ik kan altijd vrijuit praten. Maar die was gisteravond wat vroeg thuis, moet ik zeggen. En ik kwam thuis helemaal trots, want ik had applaus gehad en ik was al 100.000 keer op een foto gegaan met iemand. Dus dan kom je toch vol zelfvertrouwen terug. En toen zegt iemand uit de grond de hart, die had naar René geluisterd, dat spelers met een baard zijn niet fris. En dat kreeg ik ook op mijn bordje van, je zit erbij als een landloper. Ze zegt, je bent ordinair. Je probeert doorlopend scheid lollig te zijn. Je bent volledig onder je over de top. Zou je misschien jezelf kunnen zijn? Dus ja, ik ging vol zelfvertrouwen. Hier, we zitten vandaag. Nachtje op de bank, denk ik allemaal. Die Clinton die zat er gewoon wel weer, samen met Mick Jagger. Die hoopte natuurlijk. Ja, maar Clinton is natuurlijk een dagje van huis. Dat vindt hij wel lekker. Maar die heeft niets met voetbal. Die zit daar op de tribune te vervelen. Het is ook nog koud. En ja, die man die is daarbij representatief. Die moet dan Amerika steunen, want dat zal wel weer een doel hebben. Maar die doe je natuurlijk geen plezier met een voetbaltoernooi, hè? Nee, dat lijkt het wel op. Maar alhoewel, hij doet er wel de indrukwekkend dat hij het heel mooi vindt. Hij was ook nog de kleedkamer van de week ingegaan toen Amerikanen door waren. En toen was hij geëmotioneerd geweest. Dus wat dat betreft, kijk, hier staat hij ook geëmotioneerd te zijn, hoor. Kijk nou toch. Man schiet vol, hoor. Ja. Ja, ik probeer nog steeds een beetje de positieve kant te ontdekken, maar die hebben jullie niet, hè? Maar ik sluit niet uit dat in een aanpalend motel mevrouw Lawinski logeert, hoor. Het is wel heel seksistisch vanavond allemaal. Ik weet niet wat jij gegeten hebt, maar je gaat helemaal los vanavond, hè? Oh. Nou, nee, maar goed, de man heeft toch die reputatie. Die man zal toch niet daar 14 dagen naar het voetbal gaan staan te gluren. Eens een dief, altijd een dief. Die is er ook altijd. Eens een dief en altijd een dief.
Dat krijg je er nooit uit, hè? 27 juni in het jaar 2010. Het WK voetbal is eindelijk begonnen met Engeland-Duitsland. Veen Oranje vanuit het Kurhaus in Den Haag. Scheveningen vandaag met Johan Derksen, René van der Grijp, Alberto Stegeman en Raymond Attenveld. Kijk trouwens naar de man in een prachtig pak trouwens. Dat is mijn bruiloft- en partijenpak. Ik heb het tien jaar en vandaag voor het eerst aan. Maar dat weet jij, er is vandaag iets heel bijzonders, want jij bent jarig. En in dat kader vond ik dat ik iets bijzonders moest doen. Maar ik heb ook nog een officiële mededeling, want we willen uiteraard wat doen voor jou. Ik ben met de pet rond geweest en die opbrengst viel erg tegen. maar toen zijn we wat ludieke dingen gaan bedenken en... De jongens in Afrika, ons team, die verdienen een pluim. Die hebben uren voor moeten rijden, maar ze hebben toch een paar leuke reacties voor je opgehaald. Oh jee. Gefeliciteerd. Ik weet niet hoe oud hij wordt, maar hopelijk een mooie dag voor hem. En veel gezondheid toegewenst. Dat is heel leuk. Het is een dag voor de wedstrijd, dus van harte gefeliciteerd. Ik wens hem een fijne dag toe. Een hele mooie dag en nog vele jaren. En, hij is 43 geworden, toch? Nee, hoorde ik net hoor, dus gefeliciteerd. Wat denk je dat hij wordt? Nou, ik denk... ik ben zelf 35, ik schat hem ietsje ouder in, maar... Ik denk begin 40. 43? Nou, ik vind toch goed. Ja, nou, hartstikke mooi. Bedankt, ook dames bij vrouw René. En dat is de extra verrassing, Jolante zit in de taart. Oh, meen je dat? Ik heb niks tegen Dirk Kuyt, maar is Dirk Kuyt heilig? Ja. Voor Bert wel. Nou, dat vind ik onbegrijpelijk. Want hij geeft een signaal. Want dat vind ik echt een 12e man. Hij geeft een signaal af. Aha. Dat wist jij niet? Nee. Nee, maar dat zeg ik ietsje nu. En hij staat er altijd. Zei Bert een keer tegen mij, hij geeft een signaal af. Nou, daar zou ik dus op gaan letten. Raak je wel eens uitgesproken over voetbal of niet? Nee, maar ik vond het wel lekker dat jij even hier niet mee bemoeide. Ja, heerlijk, hè? Dat ging goed, hè, René? Ja, ging prima. Zouden wij dat ook kunnen? Van goedenavond, dames en heren. Alweer een nieuwe uitzending van Veen. Ja, daar is je camera. Ja, wat heb je een prachtige trui aan vandaag. God, nee. Maar raken jullie wel dat uit? Dat is een trui van Alberto Tomba. Nee, dat is... Ik kwam er eigenlijk op. Harm Edens, bekend natuurlijk van Dit Was Het Nieuws. Die heeft geroepen dat hij een bloedhekel heeft aan voetbaltalkshows. Met mannen als Johan Derksen, Hugo Borst, René van der Grijp en Hans Kraaij junior, die 50 jaar geleden al bij elkaar op school zaten en altijd stiekem in de zandbak keken wie de grootste had. Telkens kwamen ze weer bedrogen uit. Het was klein, het bleef klein en daarom zijn ze hun bevrediging elders gaan zoeken. Nou, herken je dat of niet? Heeft die man een keer bij mij stiekem in de douche gekeken dan of zo? Ik weet het niet, maar hij vindt me helemaal niks. Maar, jij werd niet genoemd erbij. Ik werd er niet bij genoemd inderdaad, nee. Nee, want anders dan komt hij er niet meer. Maar Harm Edens, die mag alles over mij vinden. Ja, dat vind je goed. Ja, vind ik helemaal geen probleem. Maar raak jij wel eens uitgepraat dan over voetbal? Of heb je het hetzelfde? Jawel, ik ben wel eens blij als ik even niet het voetbal aan mijn hoofd heb, absoluut. Maar dan is Harm Edens ook niet gewoon nu in de kroeg 's avonds, want daar praten ze ook over voetbal. Ja. Ik bedoel, dit wordt toevallig met de camera erbij. Maar mensen die van voetbal houden, en zeker nu. Ja, maar hij beschouwde dat als het voor- en het naspeel waar ze thuis niet meer aan toekomen. Daarom zeuren ze zoveel over voetbal. Ja, maar kijk, als ik er een officie voor ga zitten, dan maak ik een hele leuke column over Harm Edens. Dan blijft er niks van die man over, weet je wel. Die gave heb ik. En, maar zo belangrijk is hij er ook weer niet. Nee, maar ik denk, gooi je me toch even in. Ja, leuk. En, Nee, het is jouw dag. Het is jouw dag. Maar het gaat ook om het feit dat iedereen bij uitspraken doet. Hij heeft Sneijder gezegd dat als we deze wedstrijd niet winnen tegen de Slowaken, dan hebben we niks te zoeken op het WK. En nu heeft Foppe de Haan erover gezegd, een grootspraak van die Sneijder, dat moet hij niet doen. Ja, maar Foppe is ook een beetje een oud wijf, hè? Want Foppe die heeft zichzelf wijsgemaakt, als hij niet commentaar geeft, dan is het niet compleet. Maar dan word ik word altijd een beetje moe van Foppe, weet je wel. Ik weet niet of je erbij stond, oud wijf. Ik stond even snel te kijken. Oh ja, die hebben we al gehad, oud wijf. Dus de tweede keer. Een verrassing voor je, hè? Nou? Ja, René en ik die hebben het iedere dag tegen kunnen houden. Maar we weten van jouw waanzinnige hobby karaoke. En de band van Danny Vera heeft zo'n eenvoudig liedje ingestudeerd. En ik moet zeggen, dames en heren, in Amerika hadden ze vroeger The Voice. Maar wij hebben de föhn. Ik ben broodnuchterman. Ja. Ik ben broodnuchter. Ja. Ja, maar je kunt die mensen nu niet teleurstellen. Je doet het niet voor ons, je doet het voor die mensen. Nou, lekker dit. En bedankt. Fantastisch. Wat gaan we doen dan, Danny? Wij doen de tweede tranen bij jou. Ook nog. Nou, dat komt wel goed uit qua weer hier, hè? Ja.
Ja, dames en heren, normaal gesproken doe ik het met drie Bacardi Cola dit. Dus ik hoop dat u een klein beetje meedoet. Ik hoop dat u hem kent ook. Nou, start hem erin en als ik het niet meer weet, zing jij gewoon mee, Danny. Dames en heren, hier komt die bloed, zweet en tranen. Ja, 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 ja. Mag ik de handjes zien? Oh, daar komt ie. Graag, u hebt u zelf gemiddeld hier. De Goeroes en de Haagstedelingen. Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden ongekend. Komt ie met bloed, zweet en tranen. Zei ik rot hier, nu maar op. Met bloed, zweet. Maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot ik mijn kop. Mag wat handjes hoor. Van Wilfred. Vind jij niet dat jij een geweldige verjaardag hebt? Hebben we het Ja. Je hele familie om je heen, je twee beste vrienden. Ja, absoluut. Ja. En eerst die spelers van het Nederlands elftal die me feliciteerden. Toen ik nog het podium op mocht ook, was ik helemaal... Ja, nee, maar het is een droomdag voor je. Ja. Wel een beetje waarderen ook. Ja, nee, ik stel het in. Ik voel bij het Nederlands elftal. Ik zat niet graag op de bank. Nee. Maar je zat er wel. Ik krijg een teringekel aan. Ja. Meen ik echt. Ik vond het niks. Dan kan je eens op tv zitten. En ik vond ook dat... Maar ik heb ooit met Michels zijn eerste interland zette die mijn reserve. En toen had je de bank, zeg maar. Toen ging hij in het hoekje zitten van de bank. Ja. En ik was daarna, dus toen ben ik heel dicht tegen de maan gaan zitten zo. Als een soort Rayman zo, heel dicht. En dan riep hij elke keer, bal! En dan zei ik, ah joh, doe me even in de rust, kijken we even verder. En dan en die man dacht echt van, wat is dit voor een idioot? En toen riep hij opeens, na 20 minuten zei hij, boef eruit, grijp erin. Toen moest ik gewoon invallen. Hij heeft mij daarna nooit meer reserve gezet. Nee. Of hij riep me op en ik speelde, of ik hoefde niet te komen. Maar het was koud in die wedstrijd, kan ik me herinneren. Ja, min 6 geloof ik. Ja. Je hebt geen pepernoot geraakt, toch? Helemaal niks. Tot de rust, hè? Tot de rust, tot de rust. Ja. Ja. Daarna dan... Dat was die wedstrijd met Valken, toch? Met het eigen doelpunt. Eigen doelpunt van Valken, ja. Oostenrijk. Buitenkant ja. Links. Ja. Onderkant lat. Daar ging Michels goed mee op, of niet? Nee, die zei in de rust tegen... kwam in de rust, kwam hij binnen. Toen keek hij rond, toen werd het stil. Toen zei hij... Kijk, als we nou ook nog bij onszelf in gaan schieten. En toen dacht ik gelijk, Michel, kleed je maar om. Ga maar douchen. Heeft geen zin meer. Maar die baren zijn er daar weer af, begrijp ik. Die zijn nou, inmiddels weer gekort. De voetballerij... Is een wat behoudende wereld, hè? Kijk, ik heb dat 60e jaren kapsel. Hans Kraaij senior zegt altijd tegen mij van... je hebt nou zo'n leuke baan, waarom heb je nog van dat George en Jimmy haar? Ja. Maar... Je laat het nog doen ook bij speciaal, dat is het ergste van alles. Nee hoor. Maar ik was eens een keer Kees ten Brave, René kent hem ook goed. Dat was de voorzitter van Dordrecht en die ging ik interviewen op zijn bedrijf. Die heeft zo'n grote fabriek bij Gorinchem. In de kantine en we hebben nog even wat gegeten in de kantine. Was heel gezellig. Toen ging ik weg en toen gaf hij mij een tientje. Toen zegt hij, voor de kapper. Maar dat is de voetballerij. Ja. Dat, als je daar een snor, een baard of lang haar of een zomerpak en dan ben je... Ja. Dan ben je vreemd. Maar hij speelt er ook een beetje mee, dan vind ik het weer leuk. Kijk. Ja, maar deze man kun je niks kwalijk nemen. Want? Nou, ik ben blij dat Bert van Marwijk niet zo uit de bus stapt. Zou wel een keer leuk zijn. Ja, het zou wel verrassend zijn, maar ik vind niet dat je... In die cultuur, daar kan ik niet over oordelen, maar als de Nederlandse bondscoach zich gedroeg als Maradona... dan zouden wij dat allemaal afwijzen. Als hij het luidzingend, zij gelooft in mij als hij maar niet komt, alleen dan... dit, maar zijn hele gedrag. Als je het allemaal bij elkaar optelt, en nogmaals, dan kom ik terug op mijn stokpaardje... een man die een drugsprobleem heeft, die hoort niet zijn land te vertegenwoordigen als nou, bondscoach. Dat vind ik nou ouderwets. Dat vind ik nou ouderwets. Dan zullen we dat productiecontract voor hem nog eens overwegen. Een apart systeem met 4-5-1 eigenlijk, met één diepe spits. En dan probeerden ze toch via de buitenkant een beetje te penetreren. Was dat een geslaagd systeem, vond u?
Ja, nu ga je me vragen stellen, daar let ik echt niet op hoor. Nee, ik weet amper wat buitenspel is, dus... Heilig. Ja. Ze snapt het niet helemaal, toch wel? Je kan niet alles weten, hè? Ja. Nee. Dat is ook wel lekker. Dat je niet alles weet. Je kan niet weten hoe het is om prijzen te winnen. Ik zie je zonder muts trouwens, Hans. Wat is dit? Nou, daar had ik wel op gerekend, joh. Oh. Kijk, ik heb jullie programma gisteravond natuurlijk zitten bekijken. En toen dacht ik, nou, ik ga het toch proberen om nog een muts te krijgen. Want er zijn er 150.000 gewoon weg. Ja, het is een zo succes, hè? Zo ontzettend succes is geworden. Dus ik heb er alles aan gedaan. En verwacht jij, joh. Ik zie niemand mee lopen. Nee, maar dat kan. Maar doen die mensen die dingen dan s'nachts op of zo? Grijp. Of naar bed gaan? Grijp. Hey. Heb je dit? Hey, ik weet dat jouw vibrator op je hoofd beter staat. Nee. Maar dat staat verlost natuurlijk. Vanmiddag hebben wij zitten één gezien, hè? We hebben er één gezien. Maar daar is het misschien wat te warm voor. Maar ja, ik heb in ieder geval getracht om er nog één mee te nemen voor vandaag. Ja. Maar toen dacht ik van, aan wie moet ik hem nou geven? Wil Johan past hem niet. Denk je niet? Nee, hij is een big-headed, dat weten we allemaal. Nou, jouw haren... Nou, Hans heeft het voorbereid, liever, hoor. Hey, jij zit liever met zo'n klap dingetje. Dus Wouter, misschien is het goed. Ja. Wouter mag hem wel hebben. Voor even, die heeft ooit eens een keer... dat was die even. Heeft ooit eens een keer na het WK in 74, die verloren WK gezicht. Maar de hele wereld weet dat wij mooie voetbal speelden. Maar neem van mij aan dat de hele wereld alleen weet dat Duitsland in 74 wereldkampioen geworden is. Hoor. En wij geloven nog steeds dat het om het mooie voetbal gaat. Kap me nou maar. Nee, je hebt niet helemaal gelijk, vind ik. Duitsland natuurlijk is wereldkampioen. Dat het je niet je ex-vriend is. Nee, oh nee, maar daar gaat het ook niet om. Oh, sorry. Ik vind, we hebben het over de grootste voetballer die Nederland ooit gehad heeft. Ik Zeker. Vind wel dat Van Hanegem en Cruijff met dat elftal toen Nederland op de wereldkaart gezet hebben. Eens. Totaal voetbal. Ik denk dat de hele wereld de sympathie kreeg voor Nederland. En het ook jammer vond dat Duitsland won vanwege het spel wat we speelden. Ja, kom. Dus we hebben Holland Promotion bedreven, maar we zijn met lege handen naar huis gegaan. Ja. Maar waar gaat het dan uiteindelijk om? Nou, Hans, dat is heel duidelijk. Daarom moeten we nou ook niet zeuren. Het loopt, toch wel in 9 van de 10 gevallen wel een beetje gelijk op. Nee, maar er is geen ruimte meer voor leuk te voetballen. Dat kan niet meer. Dan ben je weg. Dan ben je naar huis. Ik denk het echt zo erg gesteld. Ja. Zou jij in deze tijd, Schuip, met die ruimte die je vroeger kreeg, nog steeds? Nog steeds zou ik de beste zijn, Hans. Dat ben ik. Dat vind ik zo leuk, hè? Dat gelijk zelf zo hard over te lachen. Nee, al die mensen die om romantiek vragen en mooi voetbal, die zouden Bert van Marwijk weghonen als hij lekker gaat voetballen en dat hij nu onderweg naar huis was. Precies. Want de hele voetbalwereld bestaat uit opportunistische mensen. Nou, alleen jij niet, hè, zeg je altijd. Maar... Nou, nee, iedereen heeft enig opportunisme in zich. Toch maar wel, ja. je moet ook begrip hebben voor de situatie. En hij haalt het optimale rendement uit deze vervelende situatie. Ja, hij is zelf de ideale coach voor dit Nederlands elftal. Al dus de voorzitter van de volgende. Jij vindt dat je het wel kunt en ik heb mijn twijfels. Ik heb helemaal niet. Zullen we het hier even bij laten of niet? Mannen, zullen we het hier even bij laten of niet? Nee, maar jij zegt ook dat jij kunt functioneren bij een club als trainer. Dat heb ik niet gezegd. Wat heb je dan verteld in een heel lang verhaal? Doe dat eens. Ja, ik weet wel dat haar nog steeds erg in je oren groeit. Maar uiteindelijk moet je wel de dingen. Ik geloof niet je interpretatie. Wat ik vertel is dat mijn ambitie nooit geweest is om trainer te worden. Maar dat ik geloof die muts dat je op. Best... Nee, want dan hoort hij helemaal niks meer. Hans, hij hoort alleen zichzelf. Hans, ik geloof niet dat de lengte van mijn haar iets met mijn visie of met mijn mening te maken heeft. Dat vind ik nou goedkoop scoren. Ik zeg ook niet tegen jou, iedereen die scheel is, die loopt het zijn nek. Is dat nou voor opmerking? Ik vind het gewoon ongepast. Ja, maar kijk, ja, Johan, Nee, maar weet je wat ik nou zo leuk vind? Weet je? Kijk, dat is nou precies de reden waarom ik hier naartoe gekomen ben. Ik bedoel, zij vertegenwoordigen voor mij het meest... Maar gewoon het meest... absoluut het meest leuke programma wat ik ooit als jongetje en wat later heb mogen zien. Dat is de Muppet Show met de twee mannetjes op het Waldorf en Stedtler. Ja. En nou weet ik niet wie jij bent met die poppensnor, maar want zo makkelijk is het natuurlijk ook. Nee, Johan, maar precies. Dus het maakt mij maar het heeft niet, iemands uiterlijk heeft niets te maken met iemands visie. Dus daarom begrijp ik die link niet. Dat klopt. Kijk, dat jij er als een doospastoor uitziet. Ben je rustig een goede voetbaltrainer zijn. Hoe komt het nou, hè, als jij dat tegen mij zegt, dat ik het als een geuzennaam ervaar? Oh, dat weet ik niet.
Dat weet ik niet. Dat iedereen mag iets ervaren zoals hij het wil. Nou, dankjewel. Maar ik hoop, want ik vind dat ik geen ander mens ben, of een andere journalist, of een andere analist, met mijn haar kort of lang. Nee, daar heb je gelijk in. Maar dus daarom vond ik dat echt onzin. Dat je wel beter kunt luisteren, volgens mij. Zullen we even uitgaan, jongens, of niet? Wouter, gaat het ook zo in de kamer, of is het extreem wat hier gebeurt? Nee, nee. Het doet allerlei hele kwade herinneringen op. Van, jij bent helemaal teruggeworpen nu. Maar het is ook wel een beetje amusant. Maar volgens mij zijn we er wel klaar mee. Het is ook een amusement. Volgens mij ook inderdaad. Lees voor. Komt hij aan. Johan Derksen is een druk. Ja. Het komt erop neer, zegt deze man, dat... Nee, geef mij Johan Derksen maar. Ik ben verslaafd geraakt. En verkeer erover in een permanente staat van verbijstering. Deze man is zo verslaafd van Johan geraakt. Je raakt straks in paniek als het er niet meer is. Kun je dat voorstellen? Zo zei hij voor de wedstrijd Nederland-Cameroen. Van Marwijk heeft met zijn twee assistenten om de tafel gezeten. En daar is een hele goede opstelling uitgekomen. Gené, welke? Derksen? Dat weet ik niet. Dat zei hij echt, hè? Dat kwam er ook zo uit, zo van, ik ga het nu vertellen. Als bolrus. Johan blijft nu echt zo'n moment of fame. Ik bedoel, ja, 61, maar nu is hij niet meer van de... Nu is het in één keer. Hij is alles voorbij, hè? Ja, dames en heren. Een pikant begin van deze uitzending van Peli Oranje vanuit de Kurhaus in Den Haag. Scheveningen. Het kan gebeuren, zo'n wedstrijd. Maar ik vind Spanje, ik vind Duitsland echt een heel modern elftal. Maar ik vind dit dus, dat die Brazilianen drie klassen minder als die Duitsers en die Spanjaarden. Pas in de halve finale gaan wij echt... Tegen wie spelen we dan? Uruguay. Dat is ook niks. Het gaat wel in finale. Dus ik ga morgen naar huis en kom ik volgende week zondag weer terug. Ja, we bellen wel even. Het heeft geen zin. Nee. Ja, maar Hans, je bent toch wel met René en met mij ook eens, hoop ik, dat we echt de ultieme kans hebben nu om wereldkampioen te worden. De omstandigheden zijn eigenlijk ideaal. Ja, maar, je kunt wel eens een keer pech hebben, maar normaal gesproken moeten we niet voor de finale nog tegen de Nederlander lopen. Weet je, ik heb soms het idee dat jullie denken van dat de rest van de wereld helemaal niks kan. En dat wij als Nederlanders zo'n beetje het enige goede Betere voetballers hebben dan welk team in Zuid-Afrika dan ook. Hansie, heb jij ooit die Brazilianen met zo'n slecht middenveld in de weer gezien? Nee, dat ben ik wel mee eens. Maar dat betekent nog niet dat ze ons zomaar... Dat wij daar maar zo even van kunnen winnen. Nee, dat zeg ik niet. Felipe Melo is weer terug, hè, vrijdag. Wie? Felipe Melo is weer terug natuurlijk, hè. Oh, dan mag die mensen op de tribune ook wel oppassen. Oké, want ik las het van de week ook weer in de VI. Jij hebt op een punt gestaan toen er bij het polletje een keer misging dat je het Nederlands elftal uit moest. Dat je, als je geen gezin had gehad, zou je zeggen, had ik misschien wel hele domme dingen gedaan. Nee, joh. Dat had ik je wel vanaf gebracht, hoor, Hans. Ja. Nou, volgens mij had je hem nog een extra zetje. Nee, joh, rot op, man. Nee, echt waar niet. Nee. Nee, maar kijk, dat...